Lieve redacteuren en oud-redacteuren, medewerkers en oud-medewerkers, bestuurders en oud-bestuurders, lieve vrienden, welkom op de 140ste verjaardag van de Groene Amsterdammer. Het fijne is dat het ook echt feestelijk voelt. En dat komt niet alleen omdat er hier allemaal mooie ballonnen hangen en Christine zulke prachtige baniers heeft gemaakt. Het is feestelijk van alle kanten, omdat we gewoon via de post, via internet, maar ook via de sociale media van alle kanten felicitaties krijgen. Zoals de lezer die schrijft dat de Groene elke week weer een woest of beschaafd elitair feest is. Lezers die laten weten dat ze de Groene al 20 of 30 jaar lezen. Zoals Dolf Jansen die daar op Twitter in het licht van onze ouderdom hashtag beginner aan toevoegde. De lezer die opbiecht in de commerciële advocatuur te werken en die de Groene als noodzakelijk tegenwicht ziet. Lezers die vertellen dat ze inmiddels derde generatie lezer zijn. Toen op 1 juli 1877 het eerste nummer van de Amsterdammer, weekblad voor handel, industrie en kunst, verscheen, verklaarden de oprichters, de letterkundige Martinus van Lochem en Taco de Beer, in hun beginselverklaring niet alleen dat zij onafhankelijk en onbevreesd wilden zijn. Ze stelden ook dat juist de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het blad maakte dat het geschikt was om een ware huisvriend te wezen. Een huisvriend voegde ze daar plastisch aan toe. Aan de ontbijttafel, in tram en wachtkamer, koffiehuis en sociëteit. Een ware huisvriend, dat is de Groene Amsterdammer. Getuigen al die felicitaties van lezers en getuigen het grote aantal lezers dat al decennia lid is. Een ware huisvriend is het blad 140 jaar later nog steeds. David Remnick, de hoofdredacteur van de New Yorker, verklaarde de huidige bloei van zijn legendarische weekblad in een recent interview met de lange geschiedenis van zijn blad, dat trouwens pas in 1925 werd opgericht. Het is zo oud, zegt hij, dat het nooit een eigen moment had gehad. Het was nooit het lijfblad van een generatie geweest en dreigde daarom ook niet met een generatie te sterven. Integendeel, het heeft steeds nieuwe generaties aan zich weten te binden, van vader op zoon, van moeder op dochter. Iets dergelijks geldt ook voor de Groene Amsterdammer. We zijn respectabel in leeftijd, hopelijk jong van geest en constant in de positie die we innemen in het medialandschap. Zoals Henk Hofland, die overigens al als jongetje de Groene las in de jaren 30 en die als hij langskwam op de redactie met graagte uit de kleine kranten citeerde uit het hoofd. Zoals Henk Hofland het ooit zei in de film Dwars over de Groene: de elite heeft ook een blaadje nodig. Van begin af aan was de Groene Amsterdammer het blad vooral voor de welstandige, ontwikkelde burgerij. Het had meteen al veel aandacht voor cultuur, waarbij uitgebreid over de grenzen van het toen nog behoorlijk provinciale Nederland werd gekeken. De Amsterdammer was liberaal, maar dan met een radicale inslag. Hij keerde zich meteen tegen de zelfgenoegzame liberale elite. Niet alleen in politiek, maar ook in cultureel opzicht.
Voor jonge rebelse schrijvers vormde het Weekblad al snel een fijn podium. Bijvoorbeeld voor latere tachtigers als Lodewijk van Dijssel, Willem Kloos en Albert Verwij en Frederik van Ede, die later ook redacteur werd. Zij namen het literaire establishment in de Amsterdammer onder vuur. Spreekbuis van de avant-garde was het blad ook omdat het, zoals Willem Paap in zijn filijne sleutelroman Vincent Haman later beschreef, het blad nooit zwaar bij kas zat en daardoor altijd iets weg had van een opkoper van onrijp ooft. De Groene Amsterdammer, zoals het Weekblad in 1925 officieel ging heten. Hier weet iedereen natuurlijk dat het kwam vanwege het groene schutblad om het blad. De Groene Amsterdammer is altijd dat gebleven. Een tijdschrift voor de maatschappelijke voorhoede of vooruit voor de elite. Vaak avant-gardistisch als het om cultuur gaat, bij vlagen wel heel radicaal in politieke zin en altijd met een reflectieve intellectuele inslag. Veel later bekende schrijvers en intellectuelen zetten er hun eerste schreden. Van Carrie van Brugge tot Menno ter Braak, van Ludie Jong tot Geert Mak, van Anna Blaman tot Marja Pruis en van Simon Vestdijk tot Joost de Vries. De Groene bood en biedt talent de ruimte uit overtuiging. En toegegeven inderdaad ook een beetje uit noodzaak. Ruim bij kas was het blad zelden. Meestal verkeerden we in beschaafde armoede, zoals hoofdredacteur Martin van Amerongen het zo mooi noemde. Omdat we hier onder elkaar zijn, is het niet onbescheiden om te vertellen dat het nu met de beschaafde armoede alleszins meevalt. We vieren ons 140-jarig bestaan met het hoogste aantal abonnees sinds de jaren 60. Ja. Het aantal vaste abonnees van de papieren editie van De Groene is sinds begin vorig jaar gestegen met 2000 tot boven de 17.500. De oplage is nu 60% hoger dan in de periode 1970-2010. Ook het aantal digitale abonnees stijgt, dus dat is een fijne dubbelslag. Op dit moment hebben we daarbij nog eens 5000 digitale betalende proefabonnees. Niet digitaal, gewoon papier. En 1000 mensen die De Groene gratis lezen 5 weken. Ja, dat is alles bij elkaar een record. De advertentieinkomsten zijn hoger dan ooit. En we worden nu waarschijnlijk meer gelezen dan ooit. Ook door heel veel nieuwe lezers. Ons digitale bereik is dit jaar dankzij onze nieuwe website verdubbeld. Maandelijks lezen zo'n 300.000 bezoekers 1 of meer artikelen op groene.nl. Daaruit komt een constante aanwas van proefabonnees die dan door onze telemarketeers, die de beste van Nederland zijn, worden gebeld. En verrassend vaak een abonnement nemen op de papieren Groene. Ja, de truc van die telemarketeers is dat ze zeggen, heeft u ook zo'n hekel aan dit soort gesprekken? Ik namelijk ook, dat begrijp ik heel goed. En dan is het ijs gebroken. Maar dus die digitale proefabonnees, die nemen verrassend vaak ook daarna een abonnement op het papieren weekblad. En zo zie je hoe digitaal en papier elkaar versterken. Maar goed, genoeg op de borstklopperij over onze beschaafde welstand. Al is het misschien wel goed om op te merken dat die welstand ons in staat stelt ook volop in te zetten op tijdrovende en diepgravende verslaggeving en onderzoeksjournalistiek. Maar terug van de beschaafde welstand naar onze welstandige lezer. De Groene Amsterdammer heeft altijd voor de elite geschreven, maar haar doorgaans niet naar de mond gepraat. Eind 19e eeuw pleitte de redactie fel voor algemeen kiesrecht, voor goede arbeidsomstandigheden en goede sociale voorzieningen. Ze was een groot voorstander van vrouwenemancipatie. Ze was kritisch over de koloniale politiek van Nederland en hekelde de benarde woonomstandigheden in de steden. 140 jaar later is ongelijkheid in Nederland en in de wereld nog steeds een van onze belangrijkste thema's. Of het nu om de schuldenproblematiek gaat of de flexibele arbeidsmarkt, om de grote stad die steeds meer de plek voor de rijken wordt, of de illusie van de meritocratie en de bevoorrechte klasse die vooral goed voor zichzelf en de eigen kinderen zorgt. De Groene heeft naast de constante aandacht voor kunst, literatuur en intellectueel debat onverminderd een betrokken oog voor onrechtvaardigheid. Als blaadje voor de elite
vonden wij, de redactie, dat het thema van dit lustrum de elite moest zijn. Juist omdat de elite alweer jaren zo de kop van Jut is. Over de opstand tegen de elite vrijwel overal in de westerse wereld, onder aanvoering van oude en vooral nieuwe populistische politici, schreven we de afgelopen jaren veel. Bij ons lustrum wilden we het daarom over de verantwoordelijkheid van de elite hebben. Het begint ermee te erkennen dat de elite niet de andere zijn. De elite is niet alleen de spreekwoordelijke 1%, maar eerder 20%. Iedereen die zich door kapitaal, inkomen, opleiding, baan en netwerk prima kan redden in de vloeibare, onzekere tijd waarin we nu leven. Het begin van die verantwoordelijkheid is, zoals de Amerikaanse denker Richard Reeves in ons lustrumnummer zegt, dat de elite erkent dat ze precies dat is, dat wij ook precies dat zijn. Een elite met een bevoorrechte positie. Ook deze avond zal in het teken van de elite staan. Straks zal de Tsjechische denker Tomáš Sedláček een lezing houden over de verantwoordelijkheid van de elite. Hij zal worden ingeleid door onze redacteur Kasper Thomas, die daarna ook nog met hem zal praten. En daarna volgt een programma waar ik lekker niks over ga verklappen. Dus dat gaat u zien, behalve dat het tot 1 uur of 10 duurt. Bij binnenkomst hoorde u Nasser Isar op saxofoon. Voor hem wil ik graag wel heel kort iets vertellen. Hij werd geboren en groeide op in Damascus als zoon van Palestijnse vluchtelingen. Hij leerde zichzelf saxofoon spelen. En sinds 1996 is hij professioneel muzikant. Een van de beroemdste saxofonisten van Syrië. In 2013 dwong de oorlog in Syrië hem met zijn gezin te vluchten. En via Bangkok kwam hij in 2015 in Nederland terecht, in Boven-Leeuwen. Dat is in West, Maas en Waal. Na het programma dat u zo gaat zien, is er feest. Maar voordat we gaan feesten wil ik graag 2 mensen in het bijzonder bedanken. Dat is onze onverprezen directeur Pieter Elshout, die niet alleen onze oplagen zo omhoog weet te stuwen, maar ook een meester is in feesten en partijen. En vooral ook Margreet Vochtelo, die sinds een jaar de voor ons nieuwe functie bekleedt van redacteur De Groene at Large. En het afgelopen jaar al een hele reeks aan debatten en evenementen organiseerde. En die het programma van dat vanmiddag heeft plaatsgevonden en van vanavond inhoudelijk heeft samengesteld en georganiseerd. Wow. Zo, Margreet. Ik hoop dat de Groene Amsterdammer nog lang een ware huisvriend mogen wezen. Misschien niet meer in wachtkamer, koffiehuis en sociëteit, maar dan wel op de bank, in bad of in het café of waar dan ook tegenwoordig. En dan tot slot, als ik de Groene feliciteer met de eerbiedwaardige leeftijd van 140 jaar, feliciteer ik ons allemaal hier. Zoals er vele generaties lezers van De Groene zijn, zo zijn er ook vele generaties redacteuren, medewerkers, tekenaars, fotografen, bestuurders en alle mogelijke betrokkenen geweest die niet alleen hebben gezorgd dat we nog steeds live en kicking zijn, maar ook dat we ondanks alle wisselingen van de wacht en ondanks alle verschillen door de tijd heen nog steeds dat betrokken, dwarse, vaak wijze, soms eigenwijze blaadje voor de elite zijn. Goedenavond, dames en heren. Behalve dat het mijn genoegen en mijn eer is om voor mij nog net geen 14e deel van de geschiedenis van die 140 jaar geschiedenis van de Groene Amsterdammer te hebben uitgemaakt. En jullie vanavond hier kort op toe te spreken op onze 140ste verjaardag. Is het aan mij de taak om onze hoofdgast, onze spreker vanavond aan jullie voor te stellen. En toen wij aan de slag gingen in het nadenken over het thema, waar moet het over gaan, 140 jaar Groene Amsterdammer, kwamen we inderdaad al vrij snel uit op wat Xandra zei, de tegenstelling tot de elite en de samenleving. Het is een thema waar we ons wel vaker over hebben gebogen, maar
het houdt maar niet op, zou je kunnen zeggen. Dus dat, er is eigenlijk altijd wel weer een aanleiding om dat thema aan te snijden. En toen zijn we gaan nadenken over een spreker, een intelligente denker. Iemand die past bij onze stijl, bij onze blik. En toen zijn we uitgekomen op Thomas Sedlacek. And I will switch to English now as a courtesy to our speaker of this evening. Because we flew him in all the way from the Czech, from the Czech Republic, from Prague. And the reason we asked Thomas to come and speak to us this evening is, for one thing, because he in a way is a whisperer of the elites. He has been an advisor to Václav Havel. He talks to economists. He's an economist himself at the highest level, at the World Bank, at the IMF, the World Economic Forum. So he knows, he sort of knows what's going on with these elites. He knows how they think. But that in itself, of course, is not enough, because there's many people who perform that role. But the reason we ask him specifically is because of what he maybe whispers in the ears of the elites. Because Thomas Sedlacek, he is a, could you say, a contrarian thinker. He likes to take a perspective that is different from the people that he talks to. And the way he does it is, I think we all agree on this, very fitting what the ethic of the Groene Amsterdammer also is. He has written a very beautiful book. It's called The Economics of Good and Evil. And that's, it's pretty much a visiting ticket, you could say, of the thinking of Mr. Sedlacek. Because what he does, he looks at the economy not as a abstract system of mathematical models and calculations, but as a story that we tell ourselves, based on literature, poetry, the arts. And that's also something we really try to do, I think, at De Groene. It's, when we talk about society, we don't just talk about it in an abstract way. We also try to have an attention and an eye for the way storytelling fits into that. The story we tell ourselves about society, the way we relate to each other, and also, and that's the theme of this evening, the way the elite relates to the rest of society. And I know already we've had a brief pre-conversation at dinner, you could say so, and I've in that short moment I've come to know Mr. Sedlacek as a thinker who thinks almost as a juggler. Throwing around many different balls at the same time, but at the same time this forms a perfect loop, which is beautiful to watch at and it's beautiful to listen to. So on that note, Mr. Sedlacek, may I invite you to the floor to deliver the keynote speaker of this evening. Thank you very much. It's a great pleasure to be here in one of my Amsterdam, in one of my favorite cities. No, sincerely, it was always a refuge of Czech intellectuals, our most commonly known Comenius, whom we share. So I hope things are not going to go as bad as for me to be a refugee here. But this is also a little bit of self-interest that I'm speaking so often here in Netherlands. So, have you ever spotted, if you could turn down the light a little bit, it would be really helpful because I can't really see any. Yeah, thank you. Have you spotted there was a fundamental Freudian slip of tongue in Trump's pre-election motto? The motto is, as you all know, let's make America great again. There's a beautiful Freudian slip of a tongue. Freudian slip of a tongue is when for the whole day you think of the nice thing to say to your partner, then you come home, they ask you how your day was, and something completely different comes out of you. That's a Freudian slip, and usually the Freudian slips are actually the honest truth. So did you ever spot the Freudian slip in Trump? You know, talking about elites, I think Trump is a good way to start. No? Okay, a moment of curiosity. A Freudian slip of tongue in let's make America great again. Nobody? Again, yeah, but that's just stupid. There is nothing Freudian there. That's just, you know. Okay, nobody? Let us also good, but I'm looking for the Freudian. I mean, every word in that is a little bit funny. Nope. Okay, you give up? All right. Last time I checked, no country called America. And of course, he was right in that slip.
Because the only way how to make United States of America, which I think is what he meant to say, great again, is to make America as a continent great again. This includes Mexicans. This includes Venezuela. This includes Canada. This even includes Cuba. Those are all Americans. By the way, footnote, did you ever notice that one of the, or maybe the biggest superpower in many, many ways, their inhabitants don't have a name? I mean, you're Dutch, we're Czech. What are the inhabitants of the United States of America if you can't call yourself Americans? Because that's just like if we Czechs would suddenly start calling us Europeans. And you're Dutch, but we're Europeans. So it doesn't, it's the biggest hegemon of our society, but it doesn't have a name. They would be properly called United Statians, I think, which comes really close to Sovietniki, you know. But anyway, enough of humor. So Trump was right in the mistake that he made, as is very common in Freudian slips. He wanted to say, let's make USA great again, but he said, let's make America as a continent great again. And he was right. The only way how to make United States great again is to make America great again. And the only way how to make United States of America safe is to make Mexico safe, and is to make us safe, and is to make the whole world safe. So in today's world, as a politician, I think you have three choices to do. Either you step up above your responsibility, which is what Merkel is doing. She stood up and she took responsibility for places for which we don't yet have institutions ready. And she became a politician, whether she wanted this or not is out. It's now irrelevant. I think she didn't, but she became sort of the visionary for Europe. So that's one choice. The other choice is to become, or is to remain in what politics is today, to be a national leader, but your topics are going away. The topic of a nation is no longer current. I mean, the important topics are going above nation. Ecology, there's nothing you can do as Netherlands alone. There's nothing we can do as Europe alone. We really need to get the whole world to work on greening the country. Banking regulations, even the refugee crisis. If you look at all the crises that hit Europe in the last 10 years, those were all typically crises in which a national state cannot stand alone. Greece, financial crisis, Ukraine, refugee wave, all typical questions. If we did not have European Union, we would have to invent one just to talk about these four things. So you either become above your responsibility, politician who has dreams for more than just United States of America, but you have dreams for America, or you become, or you remain in the sort of a standard role, and you become a typical politician of today, which isn't Merkel, she's definitely not typical, but it would be someone like François Hollande. A completely irrelevant politician. Yeah, I'm picking on Hollande only because you know his name, but our prime minister is exactly that way, completely irrelevantly boring. Or the third option is you become a nationalist and you try to go back in time, invoking the ages when we used to build walls and build barriers. These are the three options that you have as a politician. Now, let's talk a little bit about the role of elites. This is something that comes to me with great thought, because when you think of Trump, he is the elite of the elite of the elite of the elite of the elite. He's the 1% of the 1% of the 1% of the 1% of the 1%. How could he ever pull the trick? I leave that to magicians and maybe spin doctors. But the thing here is that it's a similar situation like with Steve Jobs. I was in the United States. I was actually in New York during the time where the Occupy movement started or was in its peak. So, of course, I went to visit, and it was an interesting situation because on Wall Street, people were chanting against the 1%.
And 4 streets up, people were giving thank you notes and flowers, not in front of a church, not in front of a statue, not in front of a grave at a cemetery, but they were giving all these gifts in front of a store. And it was called the Apple Store. And if there ever was another man who was 1% of the 1%, that was Steve Jobs. And it could have possibly even been the same crowd. Steve Jobs, Donald Trump, 1% of the 1%. If there ever was an elite, those were the ones. How to understand this world in which we are today, this resentment against the elites. So let me also, so that's my first point. My second point is that there is also, of course, elite in everything. I mean, there it's the bad situation if the elites is closed, if it's ignorant, if it's short-sighted, if it's egoistic, if it's untransparent, and if it isn't, if you can't really enter and exit, that would be a problem of something to criticize about the elites, or it could be too narrow or too boring, that's fine. But criticizing elites just for being elites, it's like criticizing a triangle for having an upper part. There is an elite in shoemaking, there is an elite in door making, there is an elite in haircutting, there is an elite in nail polishing, there is an elite in ironsmithing, there is an elite in everything, every field has an elite, and there is really nothing that you can do about it. Pretty much, I had these two interesting debates, this man, I had a debate with him. He was getting on my nerves for a very long time, and my nerves overspilled at the moment where I was saying, you know, the average wage in Czech Republic is this and that, and he stood up and started saying, yeah, but some people have much less. To which I very slowly argued, yes, and that's what we call an average. Some people have less, some people have more. You can't really expect the whole nation to be above average. Because, yeah, mathematicians already get this joke. But we can wish for the whole society to move into the elite zones of the society. So let me put it this way. Today, a garbage taker, but this is what I always wanted to be as a child. I never managed. I have to earn my money talking to people, not cleaning garbage after them. But today's garbage man is an elite garbage man by any thinkable comparison with history. I was just reading Schumpeter the other day, and he has a very interesting case. He said he uses his stockings as an example, and it would fit here nicely in Netherlands. Stockings, Schumpeter says, 100 years ago, so it would be about 160 years from now, this would only queens and kings wear. Today, everybody can wear stockings at will, and we don't even think about it. So in one way, the whole society is becoming elite. Look at the agriculture, okay? So for example, the way we work today is an elitist way of working. By the way of looking at you, I guess you do the same thing like I do. You talk all day. You don't actually work, you talk. You talk on the phone, you talk over the cell phone, you talk with your clients, you talk at your meetings. The most successful storyteller gets to be a CEO. But basically, in your meeting, you're basically telling stories with each other. And so the whole structure of the society is moving from heavy work up into ethereal, sort of a abstract work. Now, did you ever realize, talking about sort of basic fun linguistics, that the word abstract, meaning a shortening of the article, is the same word like abstract idea? Because abstract really means the core of the thing, the soul of the thing, the spirit of the thing. So look into a company. Every company, as an economist, of course, this is something that interests you, is you actually ask yourself, what do people get paid for? In a company, which is typically shaped like this, the more up you are, the less work you are allowed to do. So as a CEO, you're not even allowed to drive your own car. As a CEO, you're not allowed to make your own schedules because you've got assistants to do that. You're not even supposed to pick up your phone.
What is it that this person there is doing? He's definitely not working on the treadmill making cell phones. That person up there is taking care of the spirit of the company, so to speak. And the whole society is moving that way. Let me show another more specific example of agriculture. So my thesis is that the whole society is becoming more elitist, the whole society is becoming more abstract, the whole society is becoming more non-tangible. And you can see this wonderfully, for example, in the way we work today. So if Comenius, who is our common hero, woke up today, the things that he would see us work, he would think that we are actually leisuring. Or if he would see us leisuring, running around, digging things, shooting birds, you know, trimming plants, going on the exercises, he would actually think that we are working. So our work today is abstract, and we get healed by running or touching the ground like so. So even work is becoming sort of more elite, more spiritual, something that in the past only very few people could do. So in the year 1620, 94% of mankind lived in absolute, not relative, but absolute poverty, meaning you really had nothing to eat for the next day. 94% of the known population on this beautiful planet. Today, it's 9.6% of population is living in hunger. Still a great number, but the role has completely shifted. Now, let me actually demonstrate this on working in agriculture. Today, nobody works in agriculture anymore. I mean, people do business in agriculture, but they don't work in agriculture. The only thing that remained is a sort of a homeopathicum. You know what homeopathicum is? Homeopathic is, I think, a very dubious alternative. By the way, this is a comment from Tim Minchin. Do you know how you call alternative medicine that has been proven to work? Medicine, yeah. Thank you. So it's a dubious medicine, but the idea there is that you take a little bit of the dangerous thing and it makes you feel happy, it heals you. So work has become or will become a homeopathicum. Agriculture is a good example. Nobody works like really in agriculture. If we work in agriculture, the closest you can get to mud is you sit in a tractor. But nobody's actually there in the mud except for the tomatoes that we have. So a homeopathicum from agriculture is gardening. These small little gardens that you see on the houseboats, people growing their own tomatoes. Did you realize that that was the most expensive tomato you'll ever touch? Just imagine if you take your hourly wage and you put it into the tomato, which is what you should. It's a tomato which is 100 times, maybe 1,000 times more expensive than the one you can buy in a supermarket. What's my point? My point is we are paying extra for the tomatoes just so that we can work on them. So agriculture as something that used to destroy us, literally kill us, only survives in a homeopathic, symbolic, little sort of a hobby. Same thing happened to movement. Movement today is unnecessary. You do not have to move. To all the joggers that are running around my house in the morning, I always tell them, we've already invented the engine. There is no need to run anymore. Of course, there is no need to run. It's pleasure, or it gives you these things that people have in the movies, six packs. But otherwise, movement has sort of atrophied into a pickable hobby. But nobody's walking 4 kilometers to work today, and 4 hours to work and 4 hours to back. Nobody's actually moving a muscle when they're working. So agriculture has atrophied into a symbolic, spiritual, almost like elitist agriculture. Movement has become that way, and nature has become that way. And my thesis is that one day reality will also
end that way. Now, let me go back to the ground and tell you a little bit about my country. In the 90s, there was this great hope among the elites that Fukuyama most radically expressed in the end of history. So we now know the best regime. It's called market democracy, and we will now spread it to the world. This was the original idea. Looking back quarter a century, I think we did half of that job well. We managed to export capitalism, but we did not manage to export democracy so much. China, the Arabic world, they all sort of attempted to have their democratic revolutions. It never really was a success. Maybe the only place where it worked a little bit is Central Europe. But otherwise, we have westernized the East when it comes to capitalism. But when it comes to politics, sometimes I have the feeling that what's happening in politics is a Easternization of the West in sort of democracy. So what do I mean by that? Well, by Eastern type of democracy, I mean democracy seen as a way of getting to power. So we no longer warlord each other. We no longer fight. We use democracy, and I will use democracy to get to power. But that's a completely fundamental misunderstanding of democracy. Democracy is trying to find the best solution in the biggest number of people with the biggest variety of opinions so that we minimize bad decisions. That's democracy. Democracy is a way of ruling, not a method of how to get to power. And so this is, to me, Easternization of democracy rather than westernization of our system. So I think Fukuyama, if we look at it backwards, I think Fukuyama was extremely right in one area, extremely wrong in the other area. If you asked me, I'd rather export democracy, but that's just me as an economist. But we've really done it the other way around. So that's also quite interesting to see that something that we thought would never come back has come back with a vengeance that we can't really understand. There are elites also in the sports, and there are elites also in the art. And in art and in sports, I feel the situation is a little bit more brutal than in the world of business or in the world of economy. It is in the world of arts that winner takes it all. I mean, is U2 really billion times better than your guitar singer in the Irish pub? But maybe they're two times better or three times better, which would not justify the tremendous difference in income. And the same goes for, of course, sportsmen. The person who runs first and the person who finishes fourth, they're running pretty much the same speed. To be honest, if we didn't have them running next to each other and didn't have super exact watches that can track it down to a second, we could not tell the winner. So both of these people have exercised. They'd really tried to do everything as well as they could. Yet one of them gets tenfold returns, while the other actually ends up not having anything at all. This is the curse of the elites. I mean, there is, of course, the reason why we have elites is because we have competition. Put three children in a room. First thing they start doing after 2 minutes is to compete somewhere. And competition has done us well, and we have to make sure that the society is built in a way that we can find the best person to swim across the river, but we also have to make sure that nobody drowns in the river. And we also have to make sure that the game is fair in a way as to want to play the game again. Because the whole idea of any game is that we start in communism. To be sorry, this is the case. You know, take Monopoly, for example. Yeah, Monopoly is a game that you have here? Okay, so that is, I always make fun of my friends, that's a communist ideal right there in the beginning. Everybody has the same money, everybody has the same chance, you run, boys and girls. But what's the point of Monopoly? To live in a happy, equal society ever after?
No, the point of Monopoly is to find the monopolist. The point of Monopoly as a game is for everybody to lose except for one person. That's why we play the game. Now, if something like this would happen to you in your life, this would be extremely brutal. Let's imagine that we play this Monopoly when you are 18, and let's imagine that you, sir, win. And because you won, for the rest of our lives, we'll be polishing your beautiful shoes, and you'll be giving us this funny paper money with which we started. That would be unfair. The nice thing about Monopoly is that we choose a winner, then we pat him on the back, give him a little glory, da-di-da. Then we put the money back in the box, we shake the box, so to speak, and we start again as if nothing happened. The society, I think, must want to race, and the whole purpose of race is to find the winner, but that system of finding the winner must be fair for the people, even though they've lost, to want to play it again. You can see this also quite ironically. I don't know whether you have this in Netherlands, but I'm afraid you do. These sort of dance star competitions. To me, this was always a little bit ironic because I'm thinking, I thought, why make competition out of dance? Dance does not readily lend itself to competition. I mean, chocolate making, yes. Running, yes. But dance, wasn't dance supposed to be for fun? Why do we compete in such ridiculous things like skiing down the hill? Who gets there first? What? Is that ever a point of getting there first? But for some reason, we have this idea that competition is in fact the thing that's creating the elites, and it should be correct. The problem would be if these elites are locked and unbreathable. Another good thing that one must say when we speak of the elites is to take the example of Brussels, not city, not far from here. Brussels has become symbol for two things. We've managed, or the elite managed, somehow to make peace among the nations. The Germans no longer hate the French. The French no longer hate the British. The British no longer hate the Scottish. The Scottish no longer hate the Irish. The Irish no longer hate the Czechs. The Czechs no longer hate the Slovaks. We somehow managed to integrate nations of Europe together. There is no more hatred among nations. It's unimaginable for you to attack your previous enemies. It simply, thank God, is. So that's one thing that Brussels is a symbol for. But the other thing that Brussels became a symbol for is Molenbroek. So at the same time, we've managed to use a New Testament parable because it's Sunday tomorrow. We've managed to swallow a camel. We managed to make peace among nations. But we choked on the mosquito. We managed to make peace between Germany and France. We mismanaged to make peace between one quarter of Brussels against another quarter of Brussels. And this, I think, is a perfect plan for sociologists in the future. And a last thing that I want to say is this lightning rod of anger. There is certain anger in the society which we never knew is there. We never heard this. We've heard people saying their votes in polls. When the founders of democracy in the United States of America had their first elections, they were very much afraid that people would vote for communism, which was a logical fear. And we've had sociological research asking people about their opinion on stuff, but we've never actually heard the voice of the public. We're only hearing it now through comments under the articles. And the words that they're using are not the words that you will see in a sociological research, to be as modest as possible. There are two, ladies and gentlemen, there are two basic trends in the history of mankind. One is going more and more abstract, working at jobs, producing fruits, but no longer really working in the mud. If you think of a typical mechanic today, the way they make your cars, there's no people working there. We don't need more mechanics. And if you feel this argument that you've heard all the time, yeah, but there's always shortage of these handymen that can come to your room and repair your broken radiator. You have that also here in Netherlands? It's everywhere.
It used to be during the communist regime, there's always a shortage of handymen. It's almost a definition. That is no argument for people to be studying driving in the age when we know that driving will be obsolete in 10 or 15 years. So let me end with one hope that we will be able to make the whole society work as elites work, that is to work with their minds and not with their muscle. This is something that you can already see happening, and there is sort of a resentment against that going on in politics. The other hope is that Freudian slip of tongue that Trump made, maybe not in my lifetime, but in the lifetime of our children, maybe we will have politicians asking for our votes, saying, let's make the world again great, not Netherlands first or second. You were the guys who came first with the Netherlands second? Yeah, I really like that. Yeah, that I think was a great move. So, but let's really hope that one day we'll have a politician who will say, not let's make Netherlands great again, or let's make Czech Republic great again, or let's make United States great again, but let's make the world great again without the Freudian slip of tongue. I think this is our role, this is the role of elites, and the best of the each field should really try to do the best from his field to the whole world. And unless we have nothing more to give, we still have a role to say. Thank you very much for your kind attention. You can keep it. Oh, thank you. There you go. Well, thank you very much, Thomas. There's a lot to pick up on in your story, but I wanted to delve straight into this. It's quite easy for us sitting here today to shrug a bit, to even maybe make a bit of a mockery of the success of, you started with Donald Trump, the success of the populist elites, because as you rightfully said, I mean, these are elites themselves as well. But at the same time, as you say, the best storyteller gets to be CEO. So maybe they are the best storytellers. Yeah. So what can the liberal elite actually learn from the way they tell their story? This is a great question. Let me ask you a question. Just but imagine. You have to answer mine. Yeah, no, but I'm answering, of course, as every person say, with more questions. What if Donald Trump would be an open-minded, liberal, free trade, open arms refugee thinker? So this is just a mind exercise. We keep the marketing, we keep the bold statement, we keep all that jazz. But instead of saying, let's build walls, he would say, let's build highways, let's do into more new technology. Do you think he would win or not? This is, I think, a difficult question. I think he would. I think it's more Donald Trump as a persona than what he has to say. So then the problem is not the elites. So because apparently the public is very willing to swallow somebody from the elite who even very much displays its own elite lifestyle. So maybe the problem is not with the elite. The problem is with a certain type of elite that seems to be losing touch with the rest of society. I think the problem can be approached from two things. Either we have nothing to say, the educated, whatever, academia, the whole system of education has collapsed. We were not able to foresee Brexit. We were not able to, we don't give answers anymore. It's the extremists rather that give answers. So one option is that we have nothing to say, or we don't say it right. I tend to believe that we don't say it right. I think we have something to say and we are not saying it very well. Or we have nothing to say, which would also a little bit, because one way how to look on the situation, for me at least, is that this is post-modernity gone too far. This is the stalling of post-modernity. And don't get me wrong, as a young thinker, when I was 20, I loved post-modernity. I thought it was the best thing that could ever happen, da-di-da-di-da-di-da. But I thought that that would be in a beginning. Let's deconstruct it, and let's now find new ideas. Human rights, or let's get rid of poverty, or I don't know, something that would give purpose, and what is it that we are actually building?
on the earth. And this was something that I couldn't really hear. So in one way, I think this could be a collapse of philosophy. This could be a collapse of storytelling. This could be a collapse of vision. One way how to read was happening in Europe, and this is a provocative way of reading it, so if you don't like it, take it as a thought exercise. Isn't the problem of Europe that we have no new dreams to dream at the end of the day? Because originally the home run of Europe was to make trade and not war. The not war was the important one, the not trade was a special purpose vehicle. It was a little bit like the hippie, make love, no war, so we changed that. This is also that European structures are far from idealistic. This is as cynical as you can get. Nobody believes in let's make love and not war. Nobody believes in love between nations. But we believe in trade between nations. So it's already there, as cynical as it gets. But it worked. It really worked. The north of Finland today is trading with south of Greece, with unprecedented ease. It even rhymes. Yeah. They even have the same currency. Can you imagine? North of Finland has the same currency, same bureaucracy, like the south of Greece. That's crazy. That's crazy by any standards, but it somehow works. Crazy good or crazy, problematic? It's in a way, crazy good. In a way that we've already ticked off the trading, mm-hmm. and we have peace. So we've sort of ticked off. So the original goals of European Union was not multicultural understanding. It was these two things, and we fulfilled them. So one way how to say this is that the crisis in which Europe is that we have dreamt out our dreams, which, by the way, is a very common cause for clinical depressions. Fulfilling your dream is one of the root triggers of depressions, because the problem with fulfilling your dream, be it your ideal partner, children, job, students know it from exams. Yeah, you're studying 2 months very hard for a difficult exam, then you get a good grade, and then comes this feeling of emptiness. It's like finishing an article for the Groen Amsterdammer. It's like finishing the article for Groen. Yeah. Let me take you up on this postmodernist deconstruction that you're raising, because in your talk you also mentioned in a way we have deconstructed the story of the elites because it's become more open. Anybody could be. Have access to an elite. At the same time, as you rightfully mentioned, I think, there's an elite in everything, whether it's in shoemaking or writing articles or being an academic. So there seems to be a little contradiction there, which might be a breeding ground for resentment. And one way the story is the elite is open, everybody can become part of it, but at the same time, we damn well know that only so many people can be the elite. And maybe it's that contradiction that just makes people very frustrated. Yeah. And the contradiction is actually even deeper, I would say. You will find the most happy people with their elites in totalitarian regimes. You will find nobody, I mean, when your king dies, it's going to be a sad, sad, sad thing, or your queen, or anybody from the royal family. But you won't have thousands of people crying on the streets like the Ersen embassy dynasty has in North Korea. And I think that these tears are actually quite sincere. These people love their leader despite the fact that he's destroying them. We talked about this over dinner. There's never been a society with elites so close. We've never ever before in the history of the world did the leaders read the lips of the population. They never cared to start with. And when there was too much noise, they did it unwillingly. But here, literally, you have even, you know, marketing research. What do you want? What do you want? I'll give you. We even had you can also use this in Dutch elections. There was actually a person who was running the elections, a little bit extremist party. And the slogan was, whatever you want. Great stuff. Yeah, I mean, as simple as that. And she did reasonably well because people with, you know, limited form of intelligence and great fantasy is like, oh, my man. But at the same time, this was an open invitation for dreaming, storytelling to everybody. So in a way, this must be quite sympathetic to your ears. Yeah, I mean, I didn't vote for her, but the game is open. And I believe we
We have a great story to tell. What's happening in science every morning? I almost can't wake up, can't wait to hear the news that's happening in science. Or look at it this way. We've just discovered gravitational waves. Maybe you know, about a couple of months ago in LIGO, the scientific community managed to pay billions and trillions of dollars for a tool of things that nobody really believed. Half of these scientists, or even more than half, are women. They're all sorts of races. Nobody cares whether you're this or that, or what kind of religion, or what sort of songs, or what food you eat, whether you're male or female. The only thing is whether your thinking is of contribution or not. That's the only thing. And we managed to achieve amazing things. CERN, I always like to remind Europeans that the Silicon Valley is nothing compared to CERN. That's where cutting edge research happens. I mean, if somebody can come up with an application that wakes you up better than your alarm, fine. But that's not research. That's just people running around trying to start up things. Which is also funny because this was an interview with Bill Gates, and he said, when we were young, we wanted to build things, and sometimes we sold something so we had money to continue in our research. Today I see young elite running around, doesn't really matter as long as we can make money on it. And so the atmosphere there is also quite different. But what I wanted to say is there's never been a time where the ears of a politician or elite were so open to the public. We have the strongest open society that we've ever had. You can see transparently every deed of almost every politician. So the closeness of you and your politician is unprecedented, and yet exactly in this situation we feel misrepresented and we feel that we don't have a voice. Yeah, and on that note, I want to ask you, is that a argument for the elite distancing itself more from the people, or actually moving even closer? Moving even closer and making sure to understand that whoever the elite is today, and I think this is a strong argument for your child, I want to live in a society where everybody can be working in sort of elite-like jobs, mm-hmm. at least elite-like job 50 years ago. So the whole society is moving upwards, and we need to explain this to the whole society that this, in fact, is sort of a process in which we all want to be. That it's there's another option, which is to go all the way down the other way. And I remember, you remember, there was a time in European history where every city had a wall around itself. We can go back to that. And even better, I remember in Prague, we used to hate each other, the overwaters. I mean, the guys from the other side of the river were idiots. And we were always fighting them. And so you don't even need a different city to have this hatred among us. So one stable situation is that we'll have walls around each city. Another stable situation is that we won't have walls at all. And these two dreams need to compete with each other. And I think I really do think that we have. So, for example, Macron, if you look at it in a certain way, he's very similar to Trump. From his background, he's also business, he's also alternative, he's also new, he's also very close to the people. You can call him populist in way of being able to understand people. And why can't we have a populist, in the good way, populist liberal party? Also note that populists are always the bad guys. I mean, why can't we explain a complicated thing in simple language? And that, I think, is, again, if Trump would have been with this marketing machine, if he would have been nicer, I think he would also have done a great success. Like we see in Slovakia, their president is also coming from business. He's reasonable. I get what you mean. You definitely have to come back to the party, because I know there's a lot of people in the audience who are going to pick up on many of the things you've said this evening. But so. I'm going to be the one closing our conversation, and I actually want to talk about the game of Monopoly that you brought up, because there's something interesting in there. You said that you explained the game Monopoly, and on the one hand, it's a winner-takes-all game. I think many of the people
who play Monopoly also know there's another element to the game, and that's the discussion about the rules. Because every party you play Monopoly with has different rules. Some say if you hit on start, you get money. Well, whether it's a prison or not, all these kind of things, whether you can bail yourself out. Interesting for an economist. But the question is, there's always a discussion about the rules before the game starts. And maybe I was thinking, is that maybe the component that is now missing in society? The fact that we don't discuss the rules anymore. We don't discuss what is the rule of fair competition between people. We don't discuss about, I mean, we are doing it now, but we don't discuss about what is a sound relationship between elites and people. So maybe to pick up on your Monopoly metaphor, is that what we should do before we start playing the game? So, for example, in my country, whenever there is a desire to change the taxes, to lower them or to lower them or to put them up, we always do a whole reform of the tax code. My dream would be to say, okay, everybody, let's get down and let's agree on the same tax rules. And then when the left comes to power, you can raise it from 12 to 16. And when the right comes to power, you can again take it from 16 to 12. But if you want to change tax rules, why change the tax? I mean, sorry, if you want to increase or decrease, if you want to change the tax level, why change taxes? Per se, why just don't change the one number? Similar situation comes to a more acute, the refugee crisis. This is also a little bit of a conundrum to me, is why didn't the United Nations get all the shitstorm? Why was it European Union? I mean, of course, there is a role of European Union is mainly a trading organization. And if there was one responsibility that United Nations should have, and that is peacekeeping in conflict areas, and this was conflict area which was very close to Europe or to us, and yet we didn't have a system of what to do when actually a civil war erupts, civil conflict erupts. So this is something that to me is absolutely ununderstandable. We don't have a moral exoskeleton. I believe in bettering of the people, but I don't think it's going to really happen here. Even today, I think you are more outside of your skin than inside. What you are is more pretty much everywhere. Yeah? It's the institutions that make us, could better us. So to give a stupid example, let's imagine you exit the theater and there's a small baby lying on the floor. You will not have a moral dilemma what to do. Simply everybody will call 112 and activate a moral exoskeleton made of institutions. That takes care of the baby for me. Now, 200 years ago, I would have had a moral dilemma because taking care of that baby would mean 2-3 months of me looking for somebody or paying somebody who could take care of the baby. So my decision would be an expensive one. So my moral decision would be an expensive decision, and I would have to really weigh very carefully whether I do. I would have a dilemma. Today, nobody of you has a dilemma. Even if you wanted to take that child and bring it, raise it yourself, you're not allowed to do that. You simply must use the institution. And so far, we have these institute, I call it moral exoskeleton. We've developed that all the way to the level of nation. It works almost flawlessly. You know exactly what to do with a Dutch child. If that child is Syrian, there, of course, we will all call the number, but it will be a complicated situation because we've only built this exoskeleton up to the level of nation. So one part of Netherlands helps the other. There is really no conflict there. But we don't have this developed on the European level and absolutely not developed on the level of a globe. Good. And one more thing. Final point. Yeah, final point. Please realize that we live in a world where we are overregulated on a national level, and we have not one rule on a global level. That is one point, and I think I'm going to close you on that. When we are going to be leaving the theater, there won't be a Syrian child. Probably there will be a set of drinks. But before we leave the theater, we're going to be enjoying the rest of the program. Thomas, thank you very much. Thank you all. Thank you for having me.
Ik denk dat het grootste thema voor de komende jaren het bij elkaar houden van de samenleving is. Je ziet dat die verhoudingen zich deels verscherpen in populistische flanken in de politiek. Je ziet ook gewoon dat een grote groep mensen zich steeds meer buitengesteld voelt. En wat we nu missen zijn verbanden. En ik denk dat daar aan gewerkt moet worden. Ik denk dat je daar zelf wat aan moet doen. Ik denk ook dat je moet beginnen met in je eigen omgeving, in je eigen buurt, je eigen wijk aan de gang te gaan. Dat klinkt heel braaf, maar daar komt het toch echt op neer. Ga eens bij een politieke partij en dat je dan ook inderdaad leden gaat werven en dat je kandidaten voor de gemeenteraad gaat helpen selecteren en dat soort dingen. Ander concreet voorbeeld is om gewoon echt per week een aantal uur te zeggen. Nu ga ik iets doen waar ik op mijn cv helemaal niet iets aan heb. Sterker nog, ik ga het ook niet op mijn cv zetten. Waarom zeg ik dat? Omdat de overheid is in die maatschappij, door het wegvallen van die verbanden, een grootheid geworden die nog steeds goed bedoeld, maar een containerschip is en ook niet dicht genoeg bij de mensen kan komen soms. Je moet er dus je verantwoordelijkheid in nemen. En dat is iets wat nou juist voor de mensen die wel meekomen, de mensen die wel de elite zijn, bij uitstek moet gelden. Je moet meedoen. Het is niet alleen de elite, maar ook iedereen in deze samenleving moet bereid zijn om zich in redelijkheid op te stellen. En veel meer bereid zijn om de feiten tot zich te nemen en daarnaar te handelen. Dat is moeilijk, want soms is het veel makkelijker om meteen met lasso's te zwaaien. Maar die verantwoordelijkheid die moet je met elkaar nemen. Dan kun je ook wat met elkaar opbouwen. Als je vindt dat je wat moet zeggen, doe het dan niet alleen via een sociaal medium, maar doe iets. Mijn naam is Ferdinand Grapperhaus. Ik ben advocaat in Amsterdam sinds 1984 en deeltijd hoogleraar in Maastricht sinds 2005. Goedenavond. Ik ben Marjolein van Heemstra. Vond dat een hele fijne stem. Daar zou ik wel een cd van willen. Zo'n soort meditatieve. Als de tekst misschien nog iets. Als hij nog iets rustiger had gepraat, dan was het een fantastische New Age stem. Weet je. Ik ben gevraagd om iets te zeggen hier vanavond over. Aan de hand van het thema, dus de elite en de verantwoordelijkheid van de elite, over het aspect van de taal daarin. Het is best ingewikkeld, omdat er zijn natuurlijk heel veel elites. Er kwamen er net al een heleboel voorbij in de keynote speech. Ik heb volgens mij trouwens nog, ik heb nog precies 30 seconden. We zijn een beetje uitgelopen. Ik had strenge opdracht om me aan de tijd te houden. Maar ik kan, ja. Er zijn, min één minuut. Er zijn, wat ik al zei, er zijn dus zoveel verschillende elites. En ik ga me dus maar een beetje beperken tot de elite die ik goed ken. Namelijk de elite die ik zelf ben. Ik ben elitair. Ik denk wel meer mensen die hier zitten. Op heel veel verschillende manieren. Wij speelden geen Monopoly. Dat was ordinair. Wij deden gewoon Rummy Cup. Zo elitair ben ik. Dus je kan natuurlijk van alles. Ik denk dat veel mensen die hier zitten best wel bekend zijn met dat hele fenomeen van dat taal macht is. Dat je met taal en je discours een bepaalde werkelijkheid oproept. En dat ook betekent dat je op een gegeven moment de wereld niet meer buiten die werkelijkheid kan zien. En dat je dus macht uitoefent via dat discours. Dat is allemaal Foucault, Habermas, grote filosofen hebben daar interessante dingen over gezegd. En ik kan me zomaar voorstellen dat een zaal vol groene redacteuren dat ook allemaal weet van die filosofen. Maar ik leerde eigenlijk dat hele ding van taal is macht op een mistige dinsdagochtend bij een oude barones, was de laatste van haar geslacht, mevrouw Pauw van Wieldrecht. We zaten in een ruime kasteelkamer en we aten een schaaltje pinda's.
En ik had haar gestrikt voor een interview. Ik was heel zenuwachtig. Het was een van de eerste interviews die ik mocht schrijven. En ik wilde haar iets over haar generatie schrijven. Haar generatie edellieden. En hoe die geleefd hadden. Maar geheel in lijn met haar afkomst had ze geen enkele zin om mijn vragen te beantwoorden. Ze ging gewoon vertellen wat zij interessant vond. En ik had niet echt het lef om daar tegen in te gaan. Dus ik zat daar met die pinda's. En zij bleek expert te zijn. Dat weten misschien sommige mensen. Zij heeft een aantal boeken geschreven over de taal van de adels. Dus zij was echt expert in het dialect van die specifieke elite. Dus het ging eigenlijk de hele ochtend over het verschil tussen ijskast en koelkast, taartje en gebakje, familie en familie. En hoe ontzettend subtiel dat allemaal lag, vond mevrouw Pauw van Wieldrecht. En het was eigenlijk op deze mistige dinsdag, naar haar luisterend, ik weet niet, misschien was het haar strenge kapsel, misschien mijn woede over het feit dat ik geen enkele vraag kon stellen, maar dat ik ineens voor het eerst echt hoorde hoeveel eeuwen van geweld en onderwerping er doorklonken in haar taartje. En ik liep weg van het landgoed en ik besloot dat ik niet zo wilde praten. Niet met zoveel subtiel dédain. Die taal van die oude elites, dat weten mensen denk ik ook wel. Maar dat is natuurlijk een taal vol met valkuilen en vossenstrikken. Dat is een taal gemaakt om indringers te betrappen. Mensen zitten gewoon te wachten tot je per ongeluk toilet zegt en dan lig je eruit. Dat is een hele heftige, harde wereld. Het is ook een hele ijdele taal. Ik bedoel, je kan er allemaal mooie boeken over schrijven, maar het is heel ijdel. Ik vind het nog steeds hilarisch dat er... Want ik doe dat zelf ook en dat is heel heftig, dat ik dus die erfenis ook heb meegekregen. Dat je dan ijskast zegt. En waar komt dat vandaan? Omdat je daarmee wil aantonen dat jullie al een ijskast hadden voordat de elektrische koelkast überhaupt was uitgevonden. En dat is natuurlijk super kinderachtig. Maar goed, we doen het. En we vinden het ook, ik weet niet, belangrijk. Een taal bedoeld om uit te sluiten. Zoals ik net al zei, ik liep weg van dat landgoed en ik dacht, oké, goed, ik praat zoals ik praat, kan ik misschien niks aan doen, maar ik kan wel proberen zo min mogelijk valstrikken in mijn taal toe te laten. Ik dacht, als de noblesse iets obliest, dan is het wel gewoon heldere, inclusieve taal. Dit was het eerste waar ik aan dacht toen mij die vraag werd gesteld om iets te zeggen over taal en macht. En het tweede waar ik aan dacht, dat hangt daarmee samen, en dat is mijn ontmoeting met de Afghaanse vluchteling Zora Norouzi in november 2015. En Merkel werd net al genoemd. Dat was een beetje mijn Merkel-moment. Dat was het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. En ja, heel veel mensen om mij heen wilden iets doen, ik ook. Ik vond mezelf daar ook helemaal. Ik dacht, ja, als ik het niet doe, wie doet het dan? Dus ik kwam haar tegen en ik dacht, nou, dit lijkt me nou echt een waanzinnig moment om iemands leven te gaan redden. Daar stond ze, mijn Merkel-project. Ik zeg het een beetje flauw, het was veel mooier dan dat. Ik werd heel goed bevriend met Zora. Zij was de enige van haar familie die in Nederland mocht blijven. Het was een heel tragisch verhaal. De rest moest allemaal weer doorvluchten naar Duitsland. En zij werd mijn oppas en ik ging haar leven op poten zetten. Dat lukte niet, daar ben ik veel te elitair voor. Ik kon geen formulier invullen en ik kwam nergens doorheen als ik mensen moest spreken aan de telefoon, omdat ik veel te ongeduldig was. Dus ik heb zelfs gesolliciteerd op een gegeven moment voor haar op een baantje. Daar werd ze niet aangenomen, omdat ik alle antwoorden fout had gegeven. Dus je moest namelijk altijd antwoorden dat je de manager zou bellen. En dat zou ik nooit doen, want ik dacht, dat lossen we natuurlijk even zelf op. En toen werd ze niet aangenomen. Dus dat was in heel veel opzichten. Ze mocht ook 5 jaar niet meer solliciteren bij die plek. Wilde ze heel graag werken. Dat was echt heel pijnlijk. Maar ik dacht, nou goed, wat ik wel kan doen. Ze wilde werk, ze wilde taal leren. 2 dingen. Belangrijk, hè, deelnemen aan de samenleving, woorden net al. Wilde ze graag. En ik dacht, ik kan dat combineren door met haar een voorstelling te maken. En dan leert ze ontzettend goed de taal. Want ze moet dan gewoon de helft van die voorstelling doen met mij. En die moet zij dus spreken, ook op toneel, in het Nederlands. Het was een enorme uitdaging. 3 kwartier tekst ging ik voor haar schrijven, moest zij leren. En ze zou ook gewoon geld verdienen. Dus dat leek me een hele goede deal. We gingen dat zo doen. Zij vertelde mij dan heel, ja, toch een beetje hakkelend in half Nederlands, half Engels. Vertelde ze haar verhaal. Of in ieder geval dat deel van haar verhaal wat ik in de voorstelling wilde. En ik ging dat opschrijven dan weer. Dat vertaalde ik in mijn taal. En ik deed daar dan expres, maakte ik dat wel iets simpeler en zo. Maar dat vond ik toch lastig om dan in haar
ritme ook te schrijven. En daarna liepen we dus, ik had dan die tekst geschreven, liepen we dagenlang rondjes door Amsterdam. En dan zei ik dus die woorden. Dus ik vertelde haar eigenlijk haar verhaal en zij herhaalde dan haar verhaal, mijn versie van haar verhaal. En dat deze echt lettergreep voor lettergreep en heel vaak ook gewoon fonetisch, omdat ze helemaal niet begreep wat ik precies zei. En als we dat niet aan het doen waren, dus het was echt een hele intensieve taalkursus eigenlijk. Als we dat niet aan het doen waren, dan leerde ik haar andere woorden. Bijvoorbeeld, het is een lijstje dat ik laatst terugvond. Toen zij lunch ging halen voor een tekstrepetitie, dat deden we dan om de beurt. En dan kreeg zij zo'n lijstje mee. En dan wilde ik ook graag, als ze dan die boodschap deed, dat ze dan meteen die woorden uit haar hoofd leerde. Want ik dacht, dat is handig en dat is belangrijk. En dan, ja, als je zelf boodschappen gaat doen. Dus zo'n lijstje was dan bijvoorbeeld, nou, 1 keer Tony Chocoloni, karamel zeezout, koffiecups, ristretto, AUB. Daar heeft ze nog heel lang over naar. Aup, wat is dat voor woord? AUB, vlierbessensap, geitenkaas, zuurdezenbrood, avocado, tussen haakjes biologisch. En dan de zin, linnen tasje zit in de fietsmand. Nou, ik kan me dus heel goed herinneren. We horen natuurlijk allemaal hoe ook wel gênant zo'n lijstje is. En typisch, ik kan me heel goed herinneren dat Zora op een gegeven moment tijdens een lunch met ook de dramaturg en daar zaten we met z'n allen aan tafel en ja, die praten allemaal hetzelfde. En dat ze echt zei van, het is zo grappig dat jullie het zoveel over avocado's hebben. Dus zij dacht echt dat Nederland is een land van avocado's en theater. En de vegetarische slager vond ze natuurlijk ook hilarisch dat dat bestond. En zij dacht gewoon dat dat Nederland was, want iedereen die zij ontmoette in mijn bubbel was, nou ja, die sprak natuurlijk zo. Met iemand anders was Nederland voor Zora misschien het land geweest van Crocs, van Sinterklaas, van de Gouden Eeuw. Maar bij mij werd ze dus ingelijfd in een land van avocado's en de vegetarische slager. En doordat ik haar hielp met het stampen van teksten, nam ze niet alleen mijn woordenschat over. En daar gebeurde iets geks, maar ook mijn intonatie. De nadruk of achterloosheid waarmee ik mijn woorden uitspreek. En dat bleek een hele effectieve manier van leren, al dat papegaaien. Maar het werd al snel bijzonder ongemakkelijk. Het was namelijk echt alsof ik mijn eigen wereldbeeld in de lachspiegel bekeek. Zora die had de neiging, die deed mij zo goed na, dat ze het allemaal net een beetje overdreef. Als een goede actrice op zoek naar de rol. Dus woorden werden uitgerekt en ingedikt en overdreven benadrukt en een beetje vernacheld. En ze hoorden ook vaak net iets anders dan ik zei. Dus Tony Chocolonely was het dan natuurlijk. En biologisch. Biologisch, zei ze dat. Biologisch. Alles was biologisch, maar ja, biologisch. Zuur, bezem, dood. Dat vond ik nog wel de mooiste. Voor al dat zuur, bezem, brood. Wat ik zuur, bezem, dood. En ik voelde me dus best wel betrapt door haar vlijtige interpretaties van mijn taal. Ik had het gevoel dat wat zij hoorde misschien ook wel was wat ik zei. Zij hoorde dus in mijn taal een andere taal. En ik vroeg me ongerust af welke lonely, welke logica, welke zure dood zich in mijn woorden verscholen hield. Ik dacht aan Orwell's Doublespeak in 1984. Ik denk dat veel mensen wel bekend zijn met dat boek. In 1984 beschrijft hij zo'n systeem, INGSOC, totalitair systeem, waar mensen eigenlijk helemaal zijn verleerd om te praten met betekenis. De taal is er niet om te duiden, maar om te verhullen. En die taal heet dan Doublespeak. En ik vroeg me af of mijn taal dus ook tot op zekere hoogte misschien doublespeak was. Wat ik eigenlijk aan het verhullen was en wat zij dan hoorde. En dat was op een hele vreemde manier confronterend. Maar de echt grote twijfel over mijn weldoenerij, dat kwam op de dag dat Zora voor het eerst heel voorzichtig over geld begon. Nou, wat ze nou precies verdiende en btw en belasting en hoe wat ik dan verdiende en wat die verdiende en die. En nou, daar begon mijn gestamel. Ja, nee, ja, natuurlijk verdiende ze van alles en gewoon geld en en ik wist dat allemaal niet precies. Ik verwees haar door naar mijn zakelijk leider en ik slingerde het stoffige oude bospad op van die elitaire taal die ik toch ergens geërfd heb. Want in mijn gestamel klonk de erfenis van eeuwenlange minachting voor geld door. Een geschiedenis van mensen die gewoon serieus, hoe hard ze ook werkten, liever niet betaald kregen omdat ze dat heel ordinair vonden. Dat is toch absurd, hè? Dat je dan dus heel hard werkt en je wil gewoon geen geld. Want stel je voor, dan ben je een werkend man. Met als resultaat dat ik, anno nu, nog steeds nooit helemaal normaal over geld kan praten. Het is altijd of te hard, of te veel, of te onduidelijk, of te snel, of nou, het is hoe dan ook raar.
Ik heb zelfs in het eerste jaar als freelancer heb ik helemaal niks verdiend. Omdat ik er gewoon niet over kon beginnen. Kijk, nu gaat het al mis. Ik word helemaal zenuwachtig, het onderwerp. Ik wist gewoon niet hoe. Dus die erfenis van de eeuwse voorspoed, die heeft mij duizenden euro's gekost. Dat zou je als een soort historische rechtvaardigheid kunnen zien. Maar Zora's erfenis is een totaal andere erfenis. Zora heeft een jaar op straat geleefd. Zora heeft letterlijk gebedeld om eten. Ze heeft honger geleden. Niet geweten of ze de volgende dag zou halen. Voor haar is geld en bezit de eerste prioriteit, de allereerste. En voor haar gemoedsrust was ze beter af geweest als een ondernemer zich over haar ontfermd had. In plaats van deze elitaire theatermaker. Het voor haar belangrijkste onderwerp was in de wereld die ik haar bood een blinde vlek. De macht van de taal zit hem niet alleen in wat we zeggen, wist ik toen, weet ik nu, ook in de dingen die we niet zeggen. En ik dacht aan een college dat ik ooit volgde tijdens mijn studie godsdienstwetenschappen. Daar leerden we dat over de oude Kanaïtische oergodin Asherah. Ik weet niet of iemand haar kent, Asherah. Nee, fijn, dan kan ik echt alles verzinnen wat ik wil. Nee, ik heb wel echt godsdienstwetenschap gestudeerd, hoor, dus ik weet dit. Maar in Oegaritische teksten wordt zij dus beschreven als de vrouw van El. Dat is de vader God die eigenlijk in een nieuwe vorm bleef bestaan in de Bijbel. In alle monotheïstische religies. Maar Asherah niet, die is helemaal verdwenen uit die religies. Ze werd namelijk letterlijk klein gemaakt. Heel interessant, ze hebben gewoon van haar de hoofdletter van haar naam hebben ze een kleine letter van gemaakt. En met een kleine letter betekent Asherah stok of paal. En in het beste geval heilige paal. Boom, kan het ook nog zijn. Maar een hoofdletter kan dus het verschil maken tussen wel en niet bestaan. Tussen een geliefde godin en een roemloze stok. Het verkleinen van een enkele letter kan gewoon de start zijn van 1000 jaar patriarchaat. En de ontkenning van vrouwelijke goden met alle gevolgen van dien. Ik moest dus aan Asherah denken toen ik met Zora niet over geld kon praten. En als we ons die vraag stellen over verantwoordelijkheid van de elite, dan gaat die denk ik heel erg over taal. Ons spreken en zwijgen, de blinde vlekken, de doublespeak, het heeft kleine en gigantische historische gevolgen. Nee, ik heb nog 4 minuten. Ik ga dan toch een voorbeeld noemen wat mij heel erg aan het hart gaat. En dat was namelijk in de periode dat ik over Asherah leerde, toen wij dus die godsdienstwetenschap colleges hadden. Dat was ongeveer een jaar na 9/11. En toen dook steeds vaker de term op die we nu echt veel horen, joods-christelijke beschaving. En ik weet nog dat wij als studenten godsdienstwetenschappen daar echt gewoon om moesten lachen in onze colleges. Hoe dat joods-christelijk zo duidelijk genoemd werd om die ene andere monotheïstische religie, wat je er ook van vindt, maar die daar gewoon bij hoort, daar niet in mee te nemen. Terwijl, dat was dan de grap natuurlijk, als er één ding op de wereld joods-christelijk is, nou, dan is het de islam. Ik bedoel, dat komt er letterlijk uit voort. Dus de absurditeit van die term, dat was, nou ja, wij dachten, ha, 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 dit wordt natuurlijk nooit wat met dat woord. En kijk ons nu. En dat vind ik iets heel zorgelijks. Dat we dus zo'n term... Ik ken genoeg mensen die dat gewoon zo zeggen. En terwijl we daar misschien 10 jaar geleden nog echt om moesten lachen. En die dingen sluipen onze taal in. Die onzin, die absurditeit, die ontkenning van iets wat er echt wel is, sluipt onze taal in. En ik weet niet of iemand het essay heeft gelezen van George Orwell ooit. Volgens mij heet het Politics and the English Language. Dat schreef hij in 1946. En dat schreef hij heel erg aan de hand van zijn ervaringen. Hij was op een gegeven moment werkte hij bij de propaganda bij de BBC. En gewoon zijn hele oorlogservaringen. En hij schrijft heel veel over taal en oorlog eigenlijk. En ook hoe, het werd net al genoemd dat bijvoorbeeld in totalitaire regimes mensen zo blij zijn met de elite. Maar hij beschrijft juist heel mooi hoe dat ook kan gebeuren, omdat de taal van zo'n regime het denken ondermijnt. Er is gewoon taal die ons dommer maakt. En bijvoorbeeld joods-christelijke beschaving is gewoon dom. Is echt superdom. En dat zeggen is dom. Dat is getuigd van een versimpeling die onze maatschappij ook dommer maakt. En nou ja, goed, daarom wilde ik dit voorbeeld dus nog even noemen. Ik sprak een maand geleden een Syrische schrijver die hier in residentie in een boekwinkel, maar hij is hier naartoe gevlucht. En hij, residentie. Moest hij wel eerst 3 maanden lopen, toen mocht hij in residentie.
Die was dus heel enthousiast begonnen met het leren van Nederlands en inburgeren. Hele slimme man. Hij dacht, oké, fijn, ik ben in Nederland. Ik ga alles leren wat ik kan leren. En hij vertelde me dat hij op een gegeven moment leerde wat het woord inburgingsplicht betekende. En dat hij toen een week lang compleet van de radar uit het raam heeft zitten staren. En helemaal van de kaart. Omdat hij zich realiseerde dat hij helemaal geen keuze had. Al het enthousiasme, het deed er allemaal niet toe. Het gebrek aan keuze, het gebrek aan vertrouwen, het gebrek aan menselijkheid zat voor hem allemaal in dat ene woord. En hij zei, sometimes words just kill you. En ik dacht, dat is waar. Some words simply kill you. En de vraag is natuurlijk wat we daarmee moeten als elite. Wij beheersen de taal. Wij beïnvloeden de taal. We staan soms ook machteloos tegenover de taal, natuurlijk. Het heeft ook geen zin om woorden te weigeren. Taal stroomt toch als een soort rivier de weg van de minste weerstand, denk ik. En toen ik daarover nadacht, dacht ik aan een lied van Bram Vermeulen. Ik weet niet waarom. Ik ken Bram Vermeulen bijna niet. Maar één zin ken ik wel van hem. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. Dat is volgens mij de zin. Ik heb een steen... Nee, ik ga niet zingen. Maar ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. En ik dacht, misschien is het formuleren van woorden, het spreken, het schrijven, gewoon wel stenen rapen of terugplaatsen in de stroom. Een kiezel erbij, Joods, christelijk, islamitische beschaving. 3 kiezels eruit, gewoon beschaving, samenleving. Praten is de loop van het water bepalen. En dan is het dus belangrijk om te weten wat je zegt. De omvang en de impact van je woorden te kennen. Weten wat het effect zal zijn op het water, op de stroom. Verandering kan beginnen bij taal, schrijft Orwell. En ik geloof hem. Dan rest ons alleen nog de haast onmogelijke opdracht onszelf te leren verstaan. De impact en omvang van onze eigen woorden te kennen. En ik heb daar een goede tip voor. Maak een boodschappenlijstje voor een nieuwe Nederlander. Laat u een paar weken napraten door iemand die u niet begrijpt. Dank u wel. Ik heb niet gekozen voor de problemen die er nu zijn. Ik heb niet voor dit financiële systeem gekozen. De klimaatverandering was al begonnen. Zeg maar, het gat in de ozonlaag is ouder dan ik ben. Ik weet niet, ik vind die schuldvraag en dan voor mijn generatie niet zo interessant. Maar er moeten natuurlijk wel oplossingen komen. Ik ben hoog opgeleid, ik heb tijd om dingen... Zeg maar, ik weet zelf dat ik me tot ongeveer een jaar geleden heel erg schuldig en heel erg verantwoordelijk voelde voor allerlei problemen in de wereld. En toen ben ik een boek gaan schrijven erover. En toen ik het boek aan het schrijven was, kwam ik er steeds meer achter. Ja, maar die problemen worden niet veroorzaakt door individuele mensen zoals jij en ik, maar door grote bedrijven en door politici. En ik vind ook dat de oplossing en dus ook het verantwoordelijkheidsgevoel veel meer bij die mensen zou moeten zitten. En toen ben ik opgehouden met me schuldig voelen. En sindsdien heb ik veel meer energie om iets te doen. Ik ervaar helemaal geen gebrek aan idealisme bij mezelf en ook niet bij mijn generatiegenoten. Nou ja, ik heb wel het idee dat sommige mensen zich al verslagen voelen. Want er is best wel veel om boos over te zijn. En boos zijn maakt je niet per definitie een cynisch persoon of een onprettig persoon. Mensen die op de juiste momenten boos worden, dat zijn eigenlijk altijd wel mensen die ik bewonder. Je ziet de afgelopen paar jaar wel wat kenteringen in Amerika met Bernie Sanders, die echt met een heel ander verhaal kwam en veel positiever geluid ook. En dat er ook wel weer wat hoop is. Ik durf niet voor mijn hele generatie te spreken, maar ik denk dat heel veel mensen van mijn leeftijd er in elk geval het er wel over eens zijn, bijvoorbeeld dat klimaatverandering bestaat. En nou ja, er zijn ook wel wat oudere mensen die het daar nog niet eens over uit zijn. Dus ik heb eigenlijk best wel veel fiducie in mijn leeftijdsgenoten. Ik moet alleen nog even aan de macht komen. Ik ben Lieke Marsman en ik ben schrijver.
Oh, dit is het ding. Ja, deze doet het. Ja. Dank om me uit te nodigen. Dit is Ernest Cavatta. Hij is heel zijn leven al plantagearbeider. En hij werd door mij bijna 2 jaar geleden uit zijn huis gezet. Uit zijn huis in de binnenlanden van Congo. Omdat ik vond dat in die buurt daar ongeveer, waar hij dan woont, in een armoedig huis, wat in elkaar stort, dat daar een museum gebouwd moet gaan worden. Om in dat museum kritische kunst te kunnen gaan tonen. Pas stond er een stuk over in De Groene. Ik wil graag dat u kijkt naar zijn blik, naar zijn lege blik. Die hij mij toewerpt op het moment dat hij dus hoort dat hij zijn huis uit moet. Ik kom zelf uit de kunstwereld. Ik heet Renzo Martens. Ik ben kunstenaar. En de wereld waarin ik me begeef, die van de kritische kunst, gaat heel vaak over economische ongelijkheid en over klimaatverandering en over racisme en al dat soort dingen. Al de dingen die fout gaan op aarde. Dat soort kritische kunst wordt dan wereldwijd getoond, vooral in biennales, maar ook in musea. De allerbekendste kunstenaar in dat genre is Ai Weiwei, die u hier ziet. Die op dit moment in Tate Modern een werk toont aan fotografen. Een werk wat heel erg gaat over de politieke repressie in China. En hoewel dat soort kunst kritisch is op al die dingen die ik net noemde, politieke repressie, economische ongelijkheid, klimaatverandering, et cetera, zijn de materiële gevolgen van het tonen van dat soort kunst veelal beperkt tot slechts enkele plekken op aarde, namelijk de plekken waar musea staan, biennales zijn, infrastructuur is om dat soort kritische kunst te tonen. Dat zijn de plekken, dat soort musea, Venetië, Berlijn, New York, een beetje Amsterdam. Dat is de plek waar de voornaamste ingrediënten van kunst, liefde, kritiek en eigenzinnigheid, vervolgens kapitaal, zichtbaarheid en legitimatie aantrekken. Een bekend voorbeeld is natuurlijk Venetië, waar elke 2 jaar de Biennale van Venetië is voor kunst en waar het andere jaar dan die voor architectuur plaatsvindt. Zoals ik al zei, hoewel dat soort kunst uiteraard kritisch is over economische ongelijkheid, trekt het vooral kapitaal aan op een aantal plekken op aarde. En zorgt daar, tegen beter weten in natuurlijk, tot het aanjagen van klassenverschillen en tot het galvaniseren van de elite. Dit zijn protestaffiches die in Venetië afgelopen jaar hingen, waarin mensen zeggen, ja, fijn dat u komt, maar eigenlijk worden wij allemaal, de autochtone bevolking, de mensen die in Venetië wonen al vele generaties, worden daar weggejaagd en worden vervangen door toeristen en plutocraten en weet ik veel wat, mensen die daar ook dan nog kritische kunst komen kijken. Ik moet nog melden dat dat geen ongelukkig toeval is. Dat investeerders vaak weten dat het bouwen van een museum of het oprichten van die biennale nuttig is voor het aantrekken van kapitaal, zichtbaarheid en legitimatie van hun eigen positie. Dat kritische kunst dus een belangrijk element is voor het naar boven brengen van jouw stad of jouw regio in de globale vaart der volkeren. Ooit hebben we nog kunnen denken dat alleen slechte, onkritische kunst dat soort effecten had, maar dat is niet meer het geval. Integendeel, het is juist kritische kunst die die capaciteit heeft. De plek die u daar ziet is Lusanga. En vanuit die optiek die ik net beschreef, hebben wij op de allereerste plantage die Unilever ooit stichtte, het oude Leverville. Het heet nu weer Lusanga, maar lang heette het Leverville, genoemd naar een van de oprichters van Unilever, Lord Lever, een witte ruimte geopend voor liefde, kritiek en eigenzinnigheid. Ja. Een white cube, getekend, ontworpen door OMA.
dit is het gebouw, of dit is het project waarvoor papa Kawata, de man die u net zag, Ernest Kawata, moest verhuizen. Kapitaalaccumulatie op enkele plekken op aarde door kritische kunst. Dit is de Lady Lever Gallery. Een galerie in de buurt van Liverpool. Opgericht door Lord Lever, een van de oprichters van Unilever. En dit is de kunst die je daar ziet. Pre-Raphaelitische schilderkunst. Kunst die gaat over spiritualiteit en een soort pre-industriële droomwereld. Maar betaald door afgedwongen monocultuur op plantages in de Caraïbe, in Congo, in Indonesië. Als je ziet waar de voornaamste white cubes staan op aarde, de white cubes met de meeste impact, met de meeste zichtbaarheid, en anderzijds waar de belangrijkste plantages zijn, dan zie je dat die meestal niet op dezelfde plek zijn. Desondanks hebben white cubes en plantages werkelijk alles met elkaar te maken. Dat probleem van het galvaniseren van de elite en het versterken van klassenverschillen speelt zich niet alleen lokaal in Venetië af. Het is niet alleen een structureel probleem, het is ook een globaal probleem. White cubes worden betaald door plantages. Dit zijn plantages, afgedwongen monocultuur, zei ik net al. Plekken waar meestal oerwoud eerst was, dat wordt omgehakt. En de mensen die er wonen, die mogen vanaf dat moment nog maar één ding doen en dat is op de plantage werken. Elk type arbeid, elk type groei, elk type spirituele of artistieke of intellectuele arbeid die niet leidt tot het laten groeien van die palmbomen of die cacao of die suiker, wordt zoveel mogelijk uitgebannen. Monocultuur, dus afgedwongen monocultuur. Dit zijn white cubes, ook monocultuur. Plekken voor liefde, kritiek en eigenzinnigheid, allemaal heel goed, maar bestaat daar in steriele ruimtes en wordt binnen die steriele ruimtes wordt elk type van kritiek, liefde, eigenzinnigheid toegestaan, maar vooral op voorwaarde dat het buiten die white cube zo weinig mogelijk effect heeft. Dus je mag binnen de White Cube morgen communisme uitroepen op voorwaarde dat het buiten de White Cube zo weinig mogelijk effect heeft. Dat is waarom die White Cubes bestaan. En ik zei al, dat heeft wel economisch effect. Het creëert zichtbaarheid, het legitimeert wat je in de White Cube zet en het trekt kapitaal aan. De bekendste White Cube, het bekendste museum ter wereld is Tate Modern. Tate Modern is betaald door suikerplantages in de Caraïbe. Tussen 2000 en 2012 heeft Unilever in Tate Modern de Unilever Series opgericht. Dat werd Stantepede het best bezochte jaarlijkse event, het meest besproken jaarlijkse event in het best bezochte kunstmuseum ter wereld, de Unilever Series in Tate Modern. Dit is met overigens fantastische kunst daarin. Ik noemde net al Ai Weiwei, heeft daar zijn prachtig project gemaakt over politieke repressie in China. En dit was het laatste werk in de serie. Tino Segal, die daar ook weer een fantastisch werk maakte in de Turbine Hall. Over hoe mensen, de levens van mensen veranderen omdat we nu in een postfordistische maatschappij leven. Betaald door Blue Band en plantagearbeid. Dus kortom, dit zo ongeveer is de bestaande value chain van kunst. Het begint met plantages waar mensen $20 per maand verdienen. Daar moeten ze het hele gezin van leven. Dus dat verhaal over die agricultuur wat we net hoorden, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Althans, miljoenen mensen op aarde zijn het daar niet helemaal mee eens.
Mensen zijn dus werkelijk straatarm. Daarvoor wordt grote stukken land omgehakt. Als daar orang-oetangs leven of olifanten, dan gaan ze dood. Dat leidt tot klimaatverandering. Het levert ook producten op. Cacao, palmolie zit in 40% van de producten die je in de supermarkt kunt kopen. Globale industrie. Een klein gedeelte van de winsten die daarmee gemaakt worden, wordt geherinvesteerd in white cubes. Daar deed Modern. Waar dan singuliere, interessante, meestal blanke mannen daar kritische, eigenzinnige blikken op mogen werpen. En dat leidt dan op zijn beurt tot kapitaalaccumulatie om die white cube heen. En tot gentrificatie en hipsters en cappuccino bars. Goed. Dit is in Leverville, Lusanga. Daar begon in 2014 het Critical Curriculum. En dit is Jeremy Mabiala, plantagearbeider, cacaoarbeider, die hier een sculptuur maakt, een kleien sculptuur. Het heet The Art Collector. De sculptuur. Dit is de eerste institutionele solo-tentoonstelling van de CATPC, de Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise, de Congolese plantagearbeiderskunstkring in Sculpture Center in New York. Dezelfde sculpturen die eerst in klei werden gemaakt, zijn daar gereproduceerd, althans in Amsterdam gereproduceerd en dan daar tentoongesteld in chocolade afkomstig van diezelfde plantages. Hier ziet u hetzelfde werk, die art collector van Jeremy Mabiala in chocolade in een white cube in New York. Dit is de value chain zoals die dan ondertussen een beetje veranderd is. Het begint natuurlijk nog steeds met plantages en de cyclus blijft hetzelfde. Maar wat nu dan veranderd is, is dat mensen die anders hier opgesloten zitten in de value chain, plots de positie innemen van de meestal blanke, mannelijke of in elk geval goed geconnecteerde globaal opererende kunstenaar met zo'n Apple laptop bijvoorbeeld. Dus dat, dat is op zich heel goed, hè, dat mensen die aan de bodem van de globale value chain zitten, nu aan de top zitten. Maar het is duidelijk niet echt genoeg, want uiteindelijk helpen deze plantagearbeiders zoals Jeremy Mabiala nog steeds aan het verbeteren van het culturele leven en het financiële leven in New York. Dus met zijn prachtige expositie in New York, waar heel veel mensen over geschreven hebben, stond op de voorpagina van het kunstkatern van de New York Times, heeft hij bijgedragen aan het leven in New York, zoals hij dat natuurlijk altijd al deed door op de plantage in Congo te werken. Dus dit is een goede stap, maar niet de oplossing. Overigens moet ik zeggen dat meestal als niet-westerse kunstenaars uitgenodigd worden voor belangrijke kunstinstituten, dat is dit het model. Je wordt voor documenten uitgenodigd, terwijl je eigenlijk in Thailand of weet ik veel ergens woont en je wilt dat heel graag, dan zit je. Dat is fantastisch, een meer inclusieve wereld, maar dat is dit model. Uiteindelijk leidt het tot een betere artistieke wereld in Kassel of in New York of in Berlijn, et cetera. Wat dat dan doet met de plantage is meestal niet heel veel. Dit is de plantage in Lusanga, die zijn dus uitgeputte gebieden. De grond is uitgeput en de mensen zijn uitgeput. Door monocultuur, dit is zeg maar hoe mensen, dit is een soort doorzonwoning. Dus het hele project wat ik hier beschrijf om daar dus dat museum te bouwen, komt met problemen. Het is een fragiel project. In het stuk in De Groene wordt verteld dat het erg ongemakkelijk is om te kijken naar de lege blik van Ernest Kawata.
Papa Kawata die dus zijn huis uit moet. Ik zeg hem dat hij zijn huis uit moet, omdat hij in een zone woont. Een zone die ik gekocht heb, waar vanaf nu kritische kunst moet gemaakt gaan worden. En hij moet een eindje verderop gaan wonen. In het stuk staat dat het heel moeilijk is om die man te zien, als je dat weet. Dus mijn vraag aan u is, voelt u zich inderdaad echt ongemakkelijk? Moet het kijken naar de lege blikken van mensen die achtergelaten worden ons ongemakkelijk maken? En als het pijn doet om te kijken naar de lege blikken van mensen die achtergelaten worden, wie van u dan denkt dat dat de ultieme pijn van de elite is? Dat moeten kijken naar de lege blikken van mensen die achtergelaten worden. Dat is onze pijn. De lege blikkende ogen van die oude man is moeilijk om naar te kijken. Evenals zijn reactie als Martens hem een contract onder zijn neus duwt. Schuift, als hij het zegt. Dat is de pijn van de elite. Dat is ook mijn pijn. Maar deze pijn verandert de wereld niet. We praten over economische ongelijkheid, maar het is vooral de globale economische segregatie tussen wie op het podium wordt gezet om over economische segregatie te praten en anderzijds de mensen die op plantages moeten werken en hun mond moeten houden. Dat is de segregatie. En dat is volgens mij de pijn van Kawata. Op plantages moeten werken en je mond moeten houden. We moeten dus het wiel opnieuw uitvinden. Dit is de nieuwe value chain die ik zelf een keer heb verzonnen in een poging om het wiel opnieuw uit te vinden. En het is niet heel ingewikkeld. Het is simpelweg het terugbrengen van de White Cube naar de plantages die die White Cube historisch gefinancierd hebben en dat nog steeds doen. Want het terugbrengen dus van de White Cube naar de allereerste plantage ooit door Unilever opgericht. Want onthoud, White Cubes trekken kapitaal aan, ze trekken zichtbaarheid aan en ze legitimeren wat erin getoond wordt. De plantages waar monocultuur werd en wordt afgedwongen, krijgt nu een vehikel voor liefde, kritiek en eigenzinnigheid. En een vehikel om kapitaal, zichtbaarheid en legitimatie aan te trekken. Zoals dit debat ook weer, geen white cube, het is een black box, maar bijna hetzelfde. Hetzelfde doet liefde, kritiek, eigenzinnigheid. En uiteindelijk op een of andere manier links of rechtsom kapitaal aantrekt. We doen dat samen met CATTC. Dat zegt Ladar, dit gaat weer op de Plantation Congolaise. Dit zijn de chocoladesculpturen die vanuit de eerste solo show in New York teruggaan, maar nu dus in chocoladevorm naar Lusanga. Dit is Jérémy Mabiala naast zijn sculptuur, nu in chocolade. Hij poseert ermee. Het is het enige werk dat de CATPC heeft willen zetten in de nieuw geopende White Cube, de Art Collector. Hier wordt de White Cube geopend. De CATPC noemt de White Cube een grafsteen voor de voorouderbeelden die hen ontstolen zijn en die nu in collecties in Brussel en New York en Frankfurt liggen. Het was een groot feest. Een groot, goed, ouderwets feest. Waarna volgt een goed, ouderwets vijfjarig programma. En daarna weer een vijfjarig programma. En weer een vijfjarig programma. Om nu ervoor te zorgen dat niet langer de plantage de White Cube onderhoudt, maar de White Cube de plantage gaat onderhouden. Dit moet de nieuwe value chain worden. De White Cube wordt gerepatrieerd, teruggebracht naar de plek waar die financieel vandaan komt. Liefde, kritiek, eigenzinnigheid, sculpturen. Een inclusieve ecologische plantage met
ruimte voor ecologie en voor andere manieren van denken. Alles wat je in een white cube mag, liefde, kritiek en eigenzinnigheid. Om daarmee ultimately te bewijzen dat kritische kunst in combinatie met landbouw en andere dingen per hectare meer oplevert dan afgedwongen monocultuur. Afgedwongen monocultuur zoals Unilever en talloze andere bedrijven dat nog steeds afdwingen. Een praktijk die voor honderden miljoenen wordt gesubsidieerd door de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Dit is Cédric Tamasala, de vicepresident van CATPC, die staat in een proeftuin van CATPC met een zelfportret door een van de CATPC-leden in chocolade gemaakt. Dus de planten om hem heen en het gebied daaromheen is gefinancierd door de verkoop van eenzelfde chocoladesculptuur uit dezelfde serie, die zijn edities. Dus het begint zo'n beetje te werken. In het te boven komen van die apartheid, die economische segregatie die ik net noemde, tussen hen die op een podium gehesen worden om over de elite en over ongelijkheid te praten, en de lege blikken van hen die achtergelaten worden en hun mond moeten houden. Oh, ik mis hier. Ik herhaal mezelf. In het te boven komen van de apartheid tussen hen die op een podium gehesen worden om over de elite en ongelijkheid te spreken, en de lege blikken van zij die hun mond moeten houden, vraag ik me af, is de pijn van het kijken naar Ernest Kawata's lege blik, is die pijn het failliet van dit project? Of is het een soort kritische performance indicator van dit project? Betekent het dat het werkt? Misschien, ik weet het niet. Maar ook als het pijn doet, lieve elite, of lieve mensen die schrijven voor de elite, ook als het pijn doet, geef ons die kans. Hier nog een beeld van Blaise, een lid van CATPC die overlegt met collega's in Indonesië die in dezelfde omstandigheden leven. Nog een paar miljoen van dat soort mensen die het niet helemaal eens waren met mijn voorganger over dat agricultuur een abstractie is. En hier een tekening van Cédric Tamasala, u zag hem net. De man die de vicepresident van de CATPC, waarin hij het systeem uitlegt. En het begint natuurlijk hier op de plantages waar zij sculpturen maken. Die op een soort magisch tapijt, dat is het internet, dat hebben ze daar nu ook dankzij de White Cube. Via een satelliet naar de metropolen gaat, de plekken waar White Cubes staan. Waar chocolade wordt geproduceerd. En een klein deel van die chocolade wordt dan tot sculpturen gemaakt. En die sculpturen worden verkocht en het geld gaat daar terug. En het geld maakt daar de postplantage. Die inclusieve ecologische en egalitaire plantage. Waarin liefde, kritiek en eigenzinnigheid voor een hoger return per hectare zorgt dan monocultuur. Dank u wel. In het nest waar ik geboren ben, een sociaal-democratisch nest, was het nemen van verantwoordelijkheid natuurlijk altijd een uitgangspunt. En er werd op school tegen ons wel eens gezegd dat we een elite waren. Maar niet om je daarmee op een voetstuk te zetten, maar eigenlijk om je daarmee te wijzen op je verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk in de Partij van de Arbeid en in de voorganger, de SDAP, en ook partijen die daaraan vooraf gingen, natuurlijk heel vaak zo geweest dat juist mensen uit de elite, ik noem bijvoorbeeld Henriette Roland-Holst, zich buitengewoon verantwoordelijk voelden voor de verheffing van de arbeider.
En de samenleving is enorm veranderd. Ik bedoel, mensen zijn nu 8, 10 keer hoger opgeleid dan in de tijd van mijn grootouders, begin van de 20e eeuw. Maar toch blijft het wel zo dat als er sprake is van een groeiende afstand tussen mensen met een hoge opleiding en mensen met een lagere opleiding, dat ik vind dat het wel de verantwoordelijkheid is van mensen met een hoge opleiding, die van huis uit veel meegekregen hebben, die vaak ook maximaal van het onderwijs geprofiteerd hebben, dat die een handreiking doen en nieuwsgierig zijn naar de ander. Daar niet hun neus voor ophalen, maar willen weten wat leeft bij de ander. Wat leeft bij mensen in Nederland die ik niet zo 1, 2, 3 op straat tegenkom. En dat betekent voor mijzelf dat ik de mensen opzoek. Dat ik probeer, met name als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, ook allerlei activiteiten te organiseren waarbij die groepen elkaar ook ontmoeten. Dat het niet is wij, zij, maar dat het echt is, wij wonen hier samen en we gaan met dat kleine stukje grond wat we hier ter beschikking hebben iets heel moois maken. Het gaat er natuurlijk om dat we met elkaar dit prachtige land bewonen. Dat we met elkaar een democratie vormgeven. En dat lukt alleen maar als we ook bereid zijn om ons te verdiepen in wat de ander drijft, wat voor de ander nodig is en niet alleen aan onszelf denken. En dat moeten we voor elkaar zien te krijgen. Mijn naam is Gerdy Verbeet, trouwe lezer van De Groene. Dat ben ik. Goedenavond, dames en heren. Wat een ongelooflijk grote eer. Hallo. Dat applaus komt later wel, maakt niet uit, joh. En nee. Goed. Ik heb alleen nog maar de microfoon opgepakt. Het is natuurlijk een lange avond, dat voel ik ook wel. Dames en heren, mijn naam is Jan-Jaap van der Wal. Ik ben cabaretier, comedian ook. Dat is een beroep wat in principe tot een week geleden vrij onschuldig was. Ik kan me voorstellen dat een deel van jullie denkt, ja, gaat hij nog masturberen en wanneer dan? Nou, dat gaat allemaal zo meteen wel gebeuren. Nee, ik ben eigenlijk alleen maar heel erg trots en blij dat ik hier vanavond mag spreken. Niet alleen omdat ik net als Gerdy Verbeet en al die andere mensen een trouwe lezer ben. En ieder jaar net iets meer doneer. Net als jullie, toch? Wordt er altijd van ons gevraagd. En even net iets meer doneren. Nou, doen we gewoon. En tuurlijk. En dus voor mij is het toch een beetje, starstruck ben ik eigenlijk. Kun je niet allemaal zien, maar ik zie een aantal redacteuren al zo zitten, die herken ik. Dat vind ik leuk. Goed, en voor de rest is het natuurlijk voor mij hartstikke interessant om gewoon te preken voor eigen parochie. Er is eigenlijk niks leukers voor een cabaretier dan voor gewoon intellectuele, blanke mensen te staan. En gewoon met z'n allen eens even lekker te zeiken over de mensen waar wij het allemaal niet voor doen. Nee. Het is natuurlijk, het is ingewikkeld. Het is een ingewikkelde tijd. Maar goed, De Groene en wij hebben onszelf ten doel gesteld om toch iets van verheffing te geven aan de mensen. En dat is belangrijk. Ik vind dat ook enorm belangrijk. Ik bedoel, wij leven natuurlijk in een ongelooflijk rijk land. De voorgaande spreker heeft het natuurlijk allemaal vrij duidelijk gemaakt. Dus wij moeten elkaar ook een soort intellectueel niveau proberen verder te helpen. Dat is wat wij normale stervelingen van de elite kunnen doen. En ik probeer dat ook te doen op mijn dagelijkse basis, waar ik ook kan. Vandaag nog in de supermarkt zat een meisje achter de kassa, moeilijke uitstraling. Ja, er kwam niet veel van uit, eerlijk is eerlijk. En autistische hamster was toch een beetje wat het was. En zo'n meisje moet je ook verder helpen, vind ik dan, hè. Dus en ik moest afrekenen, precies 30 euro, ik gaf er 50. En toen zei ik, wil je er misschien nog 73 cent bij? Toen ging ze heel erg loker nadenken zo. Maar dan is het toch even bezig geweest, zou ik je? En daar gaat het om. Het zijn die kleine cadeautjes, zoals ik dat wel eens noem. En het moet ook. Ik word ook op allerlei mogelijke manieren word ik gedwongen om daarover na te denken. Ik heb sinds kort een zoon voor het eerst van mijn leven. Ik ben vader geworden en het is interessant. Het is echt interessant omdat je nu... Ja, nu ben ik me zo bewust van in wat voor soort wereld ga ik mijn zoon opvoeden. Ik heb mijn zoon Tove genoemd, ook een vrij elitaire naam inderdaad, hoor je niet vaak.
Tove, zo heet hij. Dat is een Scandinavische naam en het betekent... bestekla. Handige bestekla. Dat is wat het betekent. Goed, het is, ja, ook hij, mijn zoon, die is in principe geboren met een gouden koklepel in zijn mond. Ik bedoel, ik doe wat ik doe en wij wonen in een mooi huis. En zo, dus in principe staat hij in het huidige politieke klimaat natuurlijk al met 10-0 achter. Want dit is niet meer onze tijd, snap je? Het is de tijd voor en van de boze blanke man. En dat is eigenlijk wat mij heden ten dagen het meest frustreert. Aan die hele situatie, ik bedoel de politiek, het gaat alleen maar over de boze blanke burger nu. En ik ben man, ik ben blank, maar ik ben net niet boos genoeg. Dat is lullig, hè? Ik zit er tegenaan, maar ik ben net, ik voel het niet. Ik ben net niet boos genoeg. Ja, maar echt, en ik probeer het, hè? Iedere dag ga ik zitten met de krant en dan doe ik zo van, oi, 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 jongens. En, gewoon om het... Ik probeer het dan te laten komen. Och, man. En dan zegt mevrouw, waar heb je het over? En dan zeg ik, hou je bek. Nou, die irritatie helpt wel. En om het gevoel ook te laten borrelen. En dan af en toe roep ik ook van, oh, zakkenvullers. En gewoon om het maar te laten komen, zeg maar. En ik ben erachter gekomen om dat gevoel echt tot uiting te laten komen. Die boosheid, je moet er tijd ervoor nemen. Je moet echt de tijd voor hebben ook. Voor mij moet je, als je werkloos bent, dan maak je de meeste kans om gewoon dat voor elkaar te krijgen. Goed. Ja, er werd tegen mij gezegd, dit soort grappen vinden wij heerlijk. Dus doe maar gewoon en... ja. Maar goed, wij hebben het ook niet makkelijk als elite. Hè? Tuurlijk, wij maken ook dingen mee. Dat je denkt, ja jongens, hè, moet dat nou? Hè? En bijvoorbeeld het schuldgevoel wat de hele tijd aan ons wordt aangepraat. Ik weet niet of je dat herkent. Het schuldgevoel, ik heb het ergst als ik in de Nespresso winkel ben. Wij elite, wij koken natuurlijk onze koffie in de Nespresso winkel. Tuurlijk. En ik ben daar regelmatig. Maar heb je dat, als je daar bent, die mensen die zitten echt op jou te wachten. He, oh, leuk dat u er bent. Ik denk, ja, maar ik kom eigenlijk alleen maar gewoon een paar kleuren opnoemen en weer weg. Wilt u een kopje koffie? Nee, sorry. Nee, het is ook, daarom ben ik hier. Dus geef me dat en dat. Oh, maar kan ik echt niks anders voor u doen? En dan beginnen ze langzaam zo een beetje op je schuldgevoel te werken met hun mooie pak aan. Dat je denkt, ja, maar ik ben hier eigenlijk om gewoon heel snel dat te halen. En op een gegeven moment wil je dan weg. En dan zeggen ze ook nog, is alles in orde met uw machine? Maar dan beginnen ze al bijna een beetje te huilen erbij. Zo van, kan ik echt niks doen? Loop ik mee? Ik heb ontkalkingspul bij me, hartstikke goed. Hallo meneer, welkom. Cabaretiers zijn zo elitair dat de helft van de zaal even wegliep. En nu weer net terug zijn gekomen. Goed, hij zit helemaal achteraan. Dat is altijd goed. Nee, de vraag is natuurlijk, wat kunnen wij doen, wat moeten wij doen? En wat zijn onze inspiratiebronnen buiten onszelf en de stukken die worden geschreven in jullie prachtige blad? En er wordt natuurlijk vaak aan mij gevraagd van, ja, Rutte, weet je wel, is dat nou... En word je daar blij van? En ik moet heel eerlijk zeggen, hoe langer we nu meemaken, hoe blijer ik er wel van word. Ik vind het eigenlijk, volgens mij, er wordt vaak gevraagd, ja, vind je nou dat Rutte een boodschap heeft? Ik denk het wel. Ik denk dat Rutte uiteindelijk wil dat wij naar de wereld kijken zoals hij naar de wereld kijkt. Die man die heeft zo'n ongelooflijk grote roze bril op. Die vindt alles zo onwaarschijnlijk gaaf. En die vindt alles te gek, joh. Serieus, die kijkt op een manier naar de wereld. Dat zouden wij veel meer moeten doen. Echt waar, kom erbij zitten, dit is belangrijk. Kijk, het is nu zaterdag. En u heeft natuurlijk allemaal vanmorgen 3 van zulke enorme stapels kranten van de mat moeten halen. Want wij zijn allemaal elite, dus wij lezen dat. Weet je wel, die zaterdagkranten die zijn enorm, die zijn huge. En kijk, die kun je natuurlijk lezen van voor naar achter. Kun je doen. Kun je proberen. Dus je kunt beginnen met de voorpagina en dan denk je, oh mijn god, hè, Rusland en Trump en Me Too. En dan, nou, op een gegeven moment kom je dan bij de opiniepagina's en dan vindt iedereen elkaar een seksist. En iedereen vindt dat hij het recht heeft om elkaar een seksist te noemen. En dan moet de Zwarte Piet-discussie nog beginnen. Nou, en dan ga je door, dan via de economie en op een gegeven moment kom je dan bij de bijlagers. En dan is er niks meer aan de hand, toch?
Dat is zo fantastisch. Het gaat over, ja, ik heb een kamerplant, maar hoe hang ik die nu op? Omdat ik woon in een benedenwoning en ik heb de ruimte niet. Nou, dat soort artikelen. En ik denk dat Rutte daar begint. Ja, dat denk ik. En ik denk dat hij daar ook stopt. En dat hij denkt, wat een gaaf land. Ja, en zo... Zo moeten wij dat misschien ook maar meer beschouwen. Hij kan iets wat wij als mensen kunnen. En wat wij ook voor hebben, ook robots en al die techniek die onze kant nu opkomt. Hij kan omdenken, dat is fantastisch. Hij kan omdenken, hij kan dus in zijn hoofd iets bedenken. Dat hij denkt, nou, het klopt niet helemaal, maar in mijn hoofd wel. En dan klopt het. Vind ik geweldig. Vind ik echt geweldig. Het beste voorbeeld van omdenken heb ik hier nog meegemaakt onlangs. Ik zat in een taxi in Amsterdam. Ik woon sinds kort buiten de stad. Dus we hadden even een ritje samen. En op een gegeven moment reden we langs een enorm billboard met Doutzen Kroes erop. Topmodel. En we reden langs en hij zegt aan mij, wat een lekker wijfje, hè, zeg hij. Wat een lekker wijfje. Ik zeg, ja, inderdaad, prachtige vrouw. En toen zei hij, maar ja, daar kun je nooit een relatie mee hebben, want die is altijd weg. Goed, hè? Dat had hij dus in zijn hoofd bedacht. Dat dan de reden zou zijn waarom het niet zou marcheren tussen hem en Doutzen Kroes. Dat vind ik fantastisch. Je ziet het hele gesprek ook voor je. Van ja, luister Doutzen, we moeten even praten, want dit werkt niet. Jij bent altijd weg en ik zit op de taxi. Dus we kunnen ook beter vrienden blijven. Tuurlijk. Zij huilen, ja hoor. Maar de vraag is natuurlijk, ja, hoe lang laten we het doorgaan en wanneer grijpen we in en hoe grijpen we dan in? En ik vind dat echt ingewikkeld. Echt waar. Ik las een interview laatst met David van Rijkbroek, ons allemaal wel bekend. Interessante man, heeft mooie dingen gemaakt, mooie boeken geschreven. En die heeft zichzelf nu ten doel gesteld om ja, de boze blanke burger, zal ik maar zeggen, te begrijpen. Dus hij is een tijdje geloof ik in Duitsland gaan wonen en hij praat met heel veel mensen. En hij probeert dat populisme te doorgronden en wat daar nou achter zit. En zijn conclusie is, als je gewoon lang met die mensen praat, dan zit er uiteindelijk heel veel achter en heel veel moois in. En hij beschreef een geweldig voorbeeld. Hij zei, ja, ik stond met een vrouw te praten en die zei, ik ben ongelooflijk blij dat Donald Trump verkozen is. En toen had die vrouw, waarom dan? En toen had die vrouw gezegd, nou, omdat nu iedereen in Amerika eindelijk gezondheidszorg krijgt en dat het allemaal goed geregeld is. En toen zei Van Rijkbroek, die zei, ja, dat kan je dus wel zeggen. Nee joh, dat is Obama. Maar je kunt er ook gewoon door laten praten en er komt er uiteindelijk iets heel interessants uit. Ja, vind ik moeilijk. Vind ik echt ingewikkeld, weet je wel. Ja, je kunt ook iemand in principe een uur lang ook een piano laten slaan. En op een gegeven moment zullen er ergens drie tonen klinken. Dat je denkt, nou, dit is behoorlijk Mozart. Maar ja, dat is. Het blijft wel lawaai, een uur. En ja, het wordt natuurlijk ons vaak verweten van, ja, wat doen jullie dan? Hè? Wat, de elite en... Met alle problemen die er zijn. En er zijn veel problemen, natuurlijk. Hè. Wat kunnen wij doen? Ja, we kunnen bewustzijn creëren. Dat is een tool die wij hebben. Ik word daar regelmatig voor gevraagd. Bijvoorbeeld onlangs ook voor de Nacht van de Vluchteling, bijvoorbeeld, werd ik gevraagd. Word ik wel voor gevraagd. Nacht voor de Vluchteling. Dan gaan ze dus, s'nachts lopen ze dan van Den Haag naar Rotterdam. En dat doen ze dan omdat je een soort bewustzijn krijgt. Hoe het is om als vluchteling 's nachts te lopen van Den Haag naar Rotterdam. Ja, ik vind dat moeilijk, weet je wel. Want ja, aan de andere, dat is nog steeds een van de grootste problemen van onze tijd. Er wordt ook geweldig over geschreven door Ingeborg in de Groene Amsterdam. En ik vind het nog steeds iedere keer dat ik denk, ja, dit is het allergrootste probleem. Maar is dat nou de oplossing? Is dat nou wat we moeten doen? Lopen, ja, dat bewustzijn, ja. Je hebt in Amsterdam heb je dineren in het donker. Ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt. Dan kun je helemaal pikken donker kun je eten. Gewoon, dat is, aan de Amstel is dat. En dan die mensen die daar werken, zijn allemaal blind. En die kunnen op gevoel dan weten waar je zit en zo. En dat is fantastisch. En dan zit jij ondertussen in het pikkendonker te eten. En dat doen ze dan, zodat je dan voelt hoe het is om blind te zijn. Ja, leek me al kut. Leek me al kut. En na een uur heb ik dat nog steeds. En ik heb overal aioli. Dat is dan feitelijk de transitie die ik heb doorgemaakt. En ik vind dat moeilijk, ik vind dat echt moeilijk.
Dus die onmacht, ja, daar moeten wij iets mee. En nogmaals, die vluchtelingen, het is ingewikkeld. En onlangs was er ook weer iemand die zei, ja, we hebben een afspraak gemaakt met Turkije dat er een aantal mensen hier naartoe komen. Die afspraak is nog niet gehonoreerd door het kabinet. Daarom gaan we protesteren. We gaan met alle auto's die we kunnen naar Den Haag. En dan gaan we in Den Haag de allergrootste file ooit maken. Ik vind het lastig. Want je irriteert alleen maar mensen. En misschien in het allerbeste geval denken ze daar in Den Haag. Ja, inderdaad zeg. Wat stom. We zijn die mensen vergeten. We moeten ze halen. Maar ja, je komt de stad niet uit. Het is ingewikkeld. Het is moeilijk. En ik woon de helft van de tijd woon ik in België. Ik treed daar ook op. Met ongelooflijk veel groot plezier. En mijn familie woont natuurlijk hier. En zo eens in de zoveel tijd komen we met het oorspronkelijke gezin samen om te eten en iets te doen. Mijn ouders, mijn zusje en ik met z'n vieren. En we hadden afgesproken zondagmiddag 4:30. En het was 4:00, ze waren er nog niet. Ik zat in Antwerpen en ik dacht, ja, maar dit is niks voor mijn ouders. Dus ik belde ze ook en ze zei, nee, maar het is bij je zus. Ik dacht, oh shit. Die woont in Alsmeer, woont die. En ik zat in Antwerpen. En ik denk, ja, maar ik moet er naartoe. Ik ben maar gewoon naar buiten gelopen. Ik denk, ja, ik kijk wel ergens of ik een taxi kan krijgen. Of ik loop wel naar het station en dan moet ik maar zien of er een trein is. En ik heb maar wat spullen meegenomen. En op dat moment dacht ik, nou, dit is wel... Ik kom nu aardig in de buurt qua gevoel hoe vluchtelingen zich moeten voelen. Dus qua bewustzijn was ik behoorlijk ver, vond ik. Maar goed, dat is het dan ook niet. Ja, het is moeilijk en het is... Het is makkelijk praten vanuit onze positie. Maar goed, het geeft inderdaad wel een verantwoordelijkheid. En het is ook goed dat jullie dat na 140 jaar ook doorhebben. En nu zeggen van, goh, wij moeten daar iets mee. En ik kan alleen maar zeggen, mijn steun hebben jullie. Ik masturbeer graag voor het goede doel als comedian. Dus zet mij in waar je kunt, snap je. Ik doe alles met liefde. Zolang jullie maar voor die prachtige mooie dingen blijven schrijven. En mij iedere week voeding geven tot het maken van dit soort zieke grappen. Want het is allemaal jullie schuld uiteindelijk, dat je dat maar weet. En ik vond het een grote eer. Ik wens jullie nog een ongelooflijk mooie avond. Ik geloof dat dit zo'n beetje het einde van het plenaire gedeelte is. Toch? Ja, nou, mooi zo. Ja, het is altijd leuk. Bij dit soort dingen wordt er altijd een cabaretier gevraagd die, zeg maar, het moment tot zuipen zo lang mogelijk probeert op te rekken. Dat is eigenlijk altijd een beetje mijn schone taak. Maar goed, ik heb me daar weer van gekweten vanavond. Ik vond het een ongelofelijke eer. Blijf doorschrijven, blijf doorgaan. Blijf de elite zijn, want we hebben jullie nodig. En ik zal jullie steunen, waar dan ook. Dankjewel. Tot de volgende keer.